Traditiegetrouw schieten we het jaar uit met de tops en flops van dit jaar. Natuurlijk genoeg om over te praten, genoeg verschrikkelijke films, genoeg pareltjes. En traditiegetrouw heeft Sander weer iets lekkers meegenomen. Lekker. Nou, start de intro. Oh, kut. Kerstspecial. Heb je een doekje ergens of niet? Oh, kak. Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmers. Ik ben Henk. Ik ben Richard. Ik ben Sander. Ja, ik ben Pim. En ja, we klinken. Klinken. Op product. Sorry, ja, ik moest op de social. We beginnen met de flops van 2023. Zal ik beginnen met mijn nummer 3? Prima, ik gooi hem erin. Moest je even uitleggen, Het is niet per se flop. Denk tegenvallers, denk ik eerder, toch? Persoonlijke Sorry. Want anders moet ik niet persoonlijke kaders. Tegenvallers. Eerder misschien ook niet films die direct slecht zijn, maar eerder in onze ogen slechter zijn dan dat we dachten dat ze zouden zijn. Ja, we vinden ze persoonlijk, vinden we het jammer. Ja. Jammer. En mijn nummer 3 was een film die ik in het vliegtuig gekeken heb. Nou moet je altijd zeggen dat natuurlijk films in het vliegtuig een beetje een kanttekening, eigenlijk een sterretje moeten krijgen, maar ik had Blackberry gekeken. Mike, are you familiar with the saying perfect is the enemy of good? Well, good enough is the enemy of humanity. En ik had daar veel meer van verwacht dan Wat? Blackberry? Blackberry. Dat is wel grappig. Film ik heb hem ook in het vliegtuig gekeken. Oh, dus ik kan mee praten. Over het maken van de Blackberry? Over het maken van de Blackberry. Dat is een van de rise and fall van corporate Blackberry. Corporate product film is dat weer. Ja, dat was een beetje wat Air. Ja, precies, een beetje wat Air ook was. Tetris. Een beetje wat er in die, wat wel hip is tegenwoordig. Zo'n film over, weet je hoe het vroeger ging binnen zo'n corporation? En de trailer was nogal iemand die de hele tijd heel hard aan het schreeuwen was. Dat was een beetje de selling point van de film of zo. Dat er dan een zakenman binnenkwam bij een bunch of nerds. En dat hij dan een beetje de hele tijd, fuck you. Dat, nou dacht ik, sowieso niet helemaal mijn film. Maar ik zit toch in een vliegtuig. Ik moet nog even. De kinderen slapen eigenlijk. Ja, precies. Ik hoefde maar 16 uur. De eerste vlucht. Maar het leek wel 32 uur door nou de ja, film. Het was gewoon. Maar met wie is Blackberry? Wie speelt daarin? Poeh, zou zo niet weten. Of is het allemaal onbekend? Als Halle Berry erin speelt, zeg grappig. Niet echt bekende namen, voor zover ik me kan herinneren. Ja, die ene dude. Halle Berry en Shane Black. Het doet me wel heel erg denken aan die Steve Jobs film met Ashton Kutcher. Het is eigenlijk dat. Maar dan met Blackberry. Okay. Het verhaal is ook best wel een soort gelijk. Van een business dude komt binnen bij een paar nerds. En die gaat de boel wel even recht trekken. Creative thinker. Ja, die forceert alles. Die Jay Baruchel. Die is wel redelijk bekend. Maar ja, het was eigenlijk niet meer dan dat. Nee. Een zakendude komt binnen bij die gasten. En die probeert gewoon op zich ergens ook nog prima. Heel goed die Blackberry te verkopen. En hoe kunnen we die Blackberry zo sexy mogelijk maken. En dan op een gegeven moment, een beetje op het laatst, dan komt de iPhone ding en zeggen ze, iemand gaat zo'n iPhone kopen. En dan, maar dan blijkt ook dat die zakenman, ik spoil nu de hele film, maar niet. Het blijkt dat die zakenman dus tegen allemaal andere goede programmeurs heeft gezegd van Google en zo, van je krijgt van 10 jaar geleden kan je shares kopen van het bedrijf. En dat is dan 10 jaar later is dat veel meer waard. Dus dan krijg je daardoor 10 miljoen. Nou ja, zo'n soort. Dus dan hebben ze gewoon belastingfraude gepleegd. Mm. En net op het punt dat de iPhone ook binnenkwam, werden zij door de SEC, of wat is het dan? FEC of zo. Ik weet niet eens meer. Maar in ieder geval, FEC, ja. Er werden ze op het matje geroepen van, er klopt iets niet met jullie bedrijf. Oké. De FEC, de FCC, de IRS. Maar ja, het is niet de IRS, maar soort van de fraud department van de IRS. Zo moet je het echt zien. De ombudsman. Ja, maar bij Air is het dan nog een soort van sexy gemaakt. En vond ik dan nog wel een leuke dat die ene gast dan dat logo had getekend en dat soort dingen zaten nog. Een soort van gevoel zat erachter. Ja, en dit was echt gewoon een beetje Nee. Beetje gezeik of zo. Ik had er echt wel verwacht dat er wel wat meer. Ja, maar is het aan zich, want ik ken het hele verhaal van de Blackberry niet. Hoe weet dat telefoon is? Maar is dat verhaal dan ook spannend genoeg, zoals een Facebook-oprichting of een. Nee.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus dat beter niet gemaakt. Als het alleen maar een beetje verouderd is, dan moet je het gaan bijgaan verzinnen. Ja, op zich twee gasten die echt wel heel goed nerdige dingen kunnen maken. Maar dat hebben ze ook niet goed verfilmd, vond ik zelf. Hmm. Maar ja, ja, nee, het was gewoon niet zo boeiend. Wat er gebeurde. Nou ja. Ja, dus nou ja. Dat viel wel tegen. Niet voor niks in de floplijst dan. Nee, even wat mij betreft. Precies. Keihard vol. Wat vond jij hem? Nee, ja, ik vond het niet per se een flop voor mij, omdat ik wel zo... Ik keek hier totaal niet uit. Ja. Ik wist niet eens dat die film bestond, totdat ik in het vliegtuig zat. Sterker nog, op de heenweg had ik hem geskipt. Ik dacht van, het ziet er niet interessant uit. En op de terugweg waren alle andere leuke films op. Dan denk ik, nou oké, toch maar kijken. Dat vond ik dus bizar. Dat tegenwoordig dus, dat het nog steeds kan... Dat, dus een, dat je ook dat je door je hoeveelheid films in een vliegtuig heen gaat. En dat je denkt, ja, zit. Nee. Dat je denkt, wat de fuck, we leven in 2023. Je kan 100 miljoen miljard. Ik snap dat het allemaal rechten technisch is. Maar... Oh, dat is een keuzestress. Oh, ik dacht dat je het te weinig. Ik vond te weinig. Ik dacht dat je het super eerste wereldprobleem maakte van... We hebben zoveel keuze in het vliegtuig. Nee, eigenlijk te weinig. Ja, ik was best wel door de lijst heen. Ik dacht, nou, vijf dingen aangeklikt die ik dan misschien nog wel een keer kan kijken, zeg maar. Ja. Maar niet dat ik nou denk van, ik heb echt vette dingen gezien in het vliegtuig. Of zo. Nee, dat moet klopt. Kunnen. Vroeger was dat juist heel erg, want dan had je zo, dat zijn allemaal films die je nog in de bioscoop draait. En dat kon je dan in het vliegtuig zien. Dat was vet, weet je wel. Maar nu ingekort, zwaar ingekort. Ja, en nu had ik echt zoiets van, kijk, bijna alles wat ze hadden, wat nieuw was, had ik al gezien. Weet je, Indiana Jones 5 en zo. Dat is dan ook niet vet genoeg dat je denkt van, dat ga ik nog een keer kijken. En ja, dat was het een beetje. Oude klassiekers hadden ze ook niet, want het gaat maar terug tot 2005 of zo. Dus dan zit je echt in een soort van zo'n limbo. Dat je, ja, er is eigenlijk niet genoeg nieuwe shit die je wil zien. Ja. En ook niet een soort van oude klassiekers die je dan nog een keer wil kijken. Omdat je ze dan misschien 10 jaar geleden hebt gezien of zo. Dus eigenlijk moet je gewoon allemaal shit preloaden op een tablet. Ja, dat is veel beter. Ja, echt, okay, nu we het toch over vliegtuigfrustratie hebben. Wat ik echt super kut vind, is dat je gewoon niet je draadloze oortjes kan koppelen aan het onboard systeem. Want ik heb dus... gewoon goede draadloze oortjes. Die kan ik niet gebruiken. Dus dan moet ik een of andere soort van wired kutkoptelefoon. Moet ik, is nog steeds een mini jack? Ja, waar je dan gewoon zo de hele tijd hoort. Oh. Ik ben in 96 naar Amerika gegaan. Daar had je dus... Ja, dat dubbel plugje. Nee, maar had je dus echt... Het geluid kwam met een heel klein spiekertje in de leuning. En je kreeg dus echt zo'n tube. Kreeg je zo'n ding, gyroscoop? Nee, gyroscoop, zo'n ding van de dokter. Ja. Die kreeg je dus in je oren. En dan kon je dus dat buisje dus op dat luidsprekertje. En dan ging het dus, dan werd het gegalmd, ging het dan. Wow. Nee. Nou, wij hadden zo kan het, zo slecht kan het. Steeds mini jacks gewoon in de stoelleuning. Ja. En dan. Ja, maar dat en had ik wel altijd vliegtuigoordopjes. Die had ik altijd in mijn koffer. Die in eer waren, best wel goed. Maar die soort van makkelijk uitvielen. Dus ik kon ze niet gebruiken met mijn supercoole cd-speler of zo. Want dan kan ik als mijn hoofd draaien. Maar dan kon ik ze gewoon zo induwen. En dan met van die soort van de neksteun bleef ze erin zitten. Dus ik kon echt zo lekker luisteren naar whatever. Ja, dat was wel de shit. We dwalen nu al af, jongens. Ja, goed, dat is de titel. Richard. Ja, ik zal de shitlist erbij pakken. Oh. Even kijken of ik mijn eigen handschrift nog kan omschrijven. Shitlist. Ja, in ieder geval films die dus tegenvielen. Ja. Dus niet per se slecht zijn. Jouw nummer 3 willen we nu gewoon weten. Mijn nummer 3. Gewoon één is titel willen. Ook heel slecht. Ik had toch meer. Oh ja. Ik ging The Creator, wilde ik toch even noemen. What's heaven? It's a peaceful place in the sky. Are you going to heaven? Ja, die had ik op 3. Die had ik op 2. Want ik had er daar toch wel veel meer van verwacht dan wat ik uiteindelijk ervoor kreeg. Okay, ik had hem ook het is op meer 2. Omdat ik denk, filmtechnisch heeft hij het goed gedaan en effecten en dat is prima. Maar qua verhaal dacht ik wel, echt een conceptfilm. Ja. Ja. Ik zat erover na te denken om hem in mijn top te zetten, want ik vond hem niet kut genoeg of tegenvallen dat ik hem in een flop zou zetten. Dus zou hij gewoon niet genoemd worden. Want ik vond het concept wel interessant, maar dan dacht ik, ja, alleen het concept... Daar zit ik ook al de hele tijd Christopher Nolan op af te zeiken. Dus dat is dan mijn... Ja. Dus ik, ja. Het is niet per se een flop, maar niet noemenswaardig eigenlijk. Dat gevoel van teleurstelling dat je de bios uitliep. Dat je dacht van, nou weet je, je hebt een soort van euforie voor je. Denk, nou, het was wel vet. En dan ga je er wat over nadenken. En dan ga je andere mensen vertellen hoe vet die is. En denk je, ja, maar ik ben helemaal geen vette argumenten aan het... overhevelen. Ja, het ziet er mooi uit. Daar eindig je dan. Absoluut. Ik dacht een beetje, het had een beetje zo'n
eerder verwacht... Zo'n coole game zijn geweest. Dat universum. Je had eerder verwacht dat het een soort van District 9 was. Ja. En het was Elysium. I need to get to Elysium. Nou, dat ja, ik snap wat je bedoelde. Ja, okay. Nou, ik denk dat dat verhaal technisch veel meer uit de sleet viel. Het waren soms zulke makkelijke bochten. Terwijl ik dacht van, doe nu eens iets anders. Ja, we zaten in de bios en ik zei het tegen... Richard, want hij zat naast Richard. Oh ja, dan zei ik tegen jou, echt 1/3 of zo. Nou, als dat zoontje dan de als zij een vader blijkt, als het de ouders blijken te zijn, dan nou kom op jongens, dat is toch echt veel te makkelijk. Ik had het al in mijn hoofd. Dat is veel te snel called it. Maar ook allemaal shit die niet gebruikt is, want hij heeft geen arm en een been volgens mij. Komt nooit ergens in terug. Nee, dat is van ik heb bij die nuke heb ik gezeten, blabla. Maar ik kon ook gewoon een soort van zijn broer zijn verloren, weet je wel. En het feit dat dan die nuke, dat blijkt dat het gewoon, AI heeft dat helemaal niet gedaan, whatever. Hmm. Zo van, ik zou het juist een cool moreel argument vinden als AI wel gewoon die nuke had laten exploderen met een heel goed argument, maar volgens een computer een heel goed argument. Of volgens AI een heel goed argument. Ja. En dat je dan die soort van, dat beide partijen, goed of slecht, dat je ze allebei in kon vinden. Maar nu waren het gewoon humans bad. Weet je wel, dat was gewoon Avatar. De niet-blauwe mensen zijn gewoon evil. Een beetje zoals Ultron natuurlijk bij Marvel. I think you're confusing peace with quiet. Ultron wordt natuurlijk geschapen om de mensheid te redden. En hij wil ze redden van het grootste kwaad. En dat zijn de mensen zelf. Ja. Dus het is een beetje dat, denk ik, een beetje dat wat je bedoelt, denk ik, toch? Ja, precies. Maar dat ze meer zeggen zo van... Ja, die nuke hebben we geëxplodeerd omdat we volgens onze berekeningen bla bla bla, als een kans was dat die gelanceerd zou worden, zou dat soort van catastrofe hebben over de hele aarde. Dus als waarschuwing, de beste waarschuwing die we kunnen geven, net zoals bijvoorbeeld in Oekraïne, Chernobyl. Oh, nee. Dat... Zo van, dat was een soort van een wake-up call en nu moeten we je weer hebben, want jullie worden veel te arrogant weer. Dat soort dingen. Maar nee, het was meer zo van... Oh nee, AI toch goed. Ja, er zaten wel een paar grappige concepten in van... Ja. Sloppenwijken met... Nee, maar dat was ook met District 9. Zeg maar. Ja. Sloppenwijken, maar met robots in plaats van aliens. Ja. Maar het was gewoon dat ik dacht... Ja, had hier nog even scripttechnisch nog bij gehaald. Ik vond het echt zo'n waste of potential. Het is een soort van de worldbuilding van District 9. En dat was heel vet. Maar inderdaad, gewoon geen goed verhaal. Geen diepere in zoals dat je inderdaad een soort van een het voelt echt een beetje alsof je lightning in een bottle hebt. En dat er gewoon allemaal klompjes goud soort van bij je voeten liggen. En dat je ze niet opraapt. Dat je het pakt en dan grijp je nog een hele zooi zand mee. Maar dit begrijpen de mensen niet. Dus laat maar liggen. We pakken wel Als je de trailer zag inderdaad. Ja. Wat wij nu ook zeggen. Van, er zijn zoveel mogelijkheden die je had kunnen... er zijn zoveel kanten die je op had kunnen gaan. Wat het wel interessant had gemaakt. Dat het schrijft zichzelf bijna. En dan doe je dat dus niet. Ik snap dat echt niet. Ja, ze hadden gewoon één kant op moeten gaan. Want ze gebruikten... Die kwam eigenlijk uit op 5 dingen. Een soort van 5 verhaalpunten die cool zouden zijn. Maar die blijven allemaal oppervlakkig. Omdat we moeten naar volgende stuk toe. Ja. De hele tijd. We moeten naar volgende setpiece toe. We moeten naar volgende worldbuilding toe. Zo van, al die dingen. Dat hij ook zijn hele tijd zijn soort van zijn vriendin terugziet. In allemaal van die clones en zo. Robots die dan gezichten gebruiken van echte mensen. Daar had je een hele film over kunnen maken. Dat hij de hele tijd geconfronteerd wordt met dat verlies en zijn fout. Maar nee, dat was echt 5 minuten. Wel, ik zie al gezicht overal. Oké, volgende scène, dankjewel. Echt zo van fuck off. Ja, dat was heel jammer. Allemaal wasted potential. Uiteindelijk kwamen ze wel bij elkaar. Was wel, Ja, en dan gingen ze dood en dat soort bla bla bla. Ja, Spoilers. Even een traantje wegpinken. Even huilen, spoilers. Ah, dus dat goeie hebben we ook wel uitgehaald. De eerste. Hoppa. Oké, nou ja, dan kunnen we hebben een mooi snel rondje zo volgens mij. Want ik heb hem al 2 en jij ook volgens mij. Mm-hmm. Maar dan zal ik even mijn 3 erin gooien. Ik weet niet of ik hier mensen bij op de tenen ga trappen, maar bij mij is het nummer 3. Ready Player One. Nee, Mission Impossible Dead Reckoning. Oh, die heb ik op 1. Oh, ja, die heb ik op 1. Dat is mijn nummer 2. Kijk, dit gaat hard zo. Dat is mooi. Our lives are the sum of our choices. Eensgezind is dit. Ja, jongens. Heerlijk. Lekker op één lijn. Het is teleurstellend voor iedereen. Ja, vertel dat soms. Is gedachte, ik vond gewoon. Ik ben niet per se een Mission Impossible fan, zoals volgens mij de meeste mensen hier aan tafel. Maar ik vond wel. Fan.
Ja, met name deel 6, Fallout, vond ik echt wel vet. Vond ik een beetje echt zo'n verademing. Ja. Van oké, dit is echt gewoon een hele toffe actiefilm. Je kan zien dat ze echt met liefde zeg maar die film hebben gemaakt. Dat ze er echt echt een soort van feestje van hebben gemaakt tijdens het filmen. De liefde straalt gewoon van die film af. Maar ik kreeg heel erg het idee van de trailer van deze film dat een beetje die lijn zou voortzetten. Zeker. En dat was gewoon echt totaal niet het geval. Ik weet niet precies waar het aan lag, maar het was gewoon... Volgens mij is het heel knap dat ze die film gewoon saai hebben kunnen. Ja, het is veel minder dynamisch of zo. En het is, ik heb ook een beetje het idee dat ze het soort van te veel willen doen met te veel personages. Het is te groot voor wat het is. Weer het creator probleem. Ja, en niet zeg maar de balls to the wall action. Ik had het idee dat de actie en de stunts minder indrukwekkend waren dan... Fallout. En dat vond ik zo raar. Ja, zelfs na Top Gun Maverick. Ja. Want dat was een beetje de stijgende lijn. Want iedereen denkt, ja, Tom Cruise films is gewoon een eigen categorie geworden. Dan denk je, oké, volgende Tom Cruise film. Laat zien. Maar dan was het echt zo, oh, deze pacing is best wel, oké, waarom AI, oké. Ja, het duurde ook veel te lang. Ja, dat was echt gewoon saai. Ja. En ik dacht echt zo van, hou op, stop. Ja, stop gewoon. Maar ik zei het al, in het begin, of volgens mij in een preview of zo, toen gingen ze zo van, oké, we beginnen altijd met Mission Impossible met de vetste stunt die we hebben. We springen van een schans af met de motor. Ja, daar zit je dan de hele tijd op te wachten. Dan zit je echt van, oké, is dat dan je vetste? Want de vorige keer was een dikke halo jump, zeg maar, uit een vlieg. Dat vond ik toch wel vetter. Ja. En die toen, ook niet. En dan ging hij naar die bergen. Dan zit je echt van, oh jezus, waarom ga je die berg op? Slaat dan helemaal nergens op waarom die berg op gaat. Indy heeft mij heel erg gemist. Indy heeft, voor de luisteraars. Indy kruipt op tafel. Oh, kruipt een hond bij iemand op schoot. Ja. Nee, is helemaal goed, Indy. Ik heb je ook. Het is echt gewoon ook weer wasted potential. Dat is eigenlijk een beetje, denk ik, de lijn van al onze flops. Van, ja. We durfden aan te nemen dat het misschien goed zou worden. Ja, nee, maar dat zijn altijd de films waar je vingers aan brandt, toch? Ja. Ja. Nou, ik vind het gewoon ook een gemiste kans. Laten we lekker spoilen, maakt verder niet uit. Natuurlijk, de grote vijand voor hem is die man uit het verleden. Hè, die dan zijn vriendin vermoord heeft. Die plotseling verschijnt, ja. Ja, precies. Maar die heeft geen opbouw. En dat had iemand moeten zijn die al eerder in die reeks voor ons zien. Ja, precies, dat had zelfs bij één. Leeft nog, weet je wel. Dat soort shit. Nou, dit had die Ambrose van deel 2 natuurlijk prima kunnen zijn. Daar hadden ze vast wel iets kunnen verzinnen dat hij nog... Ja. Hij flikkert met zijn hoofd tegen die kei aan. Dan is het zogenaamd gedaan. Nee, hij wordt er neergeschoten. Hij wordt nog neergeschoten. Oh, hij komt staan ook heel op. John Woo shit. Bam, bam. Precies. Die shit. Je kan bijvoorbeeld Jean Reno nog doen. Of je kan... Weet je wel, er is altijd wel iets. Precies. Toen ik wakker werd in die tunnel, weet je wel. Met mijn helikopter in mijn anus, whatever. En ik was mijn geheugen kwijt. En toen begon ik te herinneren. En ik zag maar één gezicht de hele tijd. En dan kan je een soort van doen dat hij een beetje dat orchestreert helemaal. Ja. En dat hij ook de hele tijd zorgt dat Ethan Hunt gewoon de hele tijd genaaid wordt. Links en rechts. En dan om nog gewoon wraak te nemen op... Ik kan jou niet uit mijn hoofd krijgen. Dus ik ga het nu ook delen met de wereld. Wat voor verschrikkelijk persoon maar je bent. Maar dan nog, ook al, zeg maar, ik vond dat niet eens het ergste. Want het was gewoon... Weet je, het is iemand. Prima, we zien een flashback. Fuck it. Maar het is een soort van Jack Ryan begin. Met dat je dan die onderzeeër ziet. Dat je ook echt denkt, waar de fuck zit ik naar te kijken? Maar kijk dan normaal naar een Mission Impossible film. En die, maar inderdaad, je kan toch niet bijna dat je vanaf Fallout denkt van, oh ja, nu gaan we iets nieuws weer verzinnen. Dat ze een film maken. Nou, ik denk dat ze, en dat is terecht ook, dat ze dachten, we moeten iets beters dan Fallout. Dat snap ik ook wel, dat moet ieder deel beter. Alleen ik denk dat ze zich zo ontzettend verteeld hebben aan hetgeen wat ze hebben willen overbrengen. En wat is nou de grootste vijand van de mensheid? Nou, we denken allemaal dat wordt AI, dus dat moet het worden. Ja, en ik vind het dan, dat heb ik voor mij tegenstander ook al gezegd, ik vind dat heel goedkoop als je dan in die disco-scène, dat je dat die AI als levensvorm een woem woem over dat beeld schiet. Ja, sorry, dan haak ik echt wel af. Maar vooral in een film die realisme redelijk hoog in het vaandel heeft staan. Hoe al die zijn allemaal practical Het is net niet James Bond. Dat is een beetje het Mission Impossible ding. Precies. Dus die, ja. Dus ik vind het jammer. De grootste vijand volgens mij van de scriptschrijvers zijn twee vrouwen in een film. Want de een moet doodgaan en dan nemen ze weer de nieuwe. Want die hele Atlas wordt dan de nieuwe. Ja. En dan Rebecca Ferguson gaat één keer voor de gein dood. En één keer spoilers en één keer echt. Oh my god. Dat vond ik echt zo van... Oh, hè? En dan, Hayley Atwell is er dan. Er is niks aan de hand. Ja. We hebben die hele lange trein zetten die veel te lang doorging. Ja, my god. Oh, nee. Ja. En dat is al tegen het einde van de film dat je echt denkt van, jongens, haal
op hiermee. Ja, want een beetje ook het probleem is van de promotor van die vette motorcycle stunt, is dat je zit te wachten op die vette motorcycle stunt. En dat duurt drie uur voordat die vette motorcycle stunt. En je ziet hem op een motor zitten en dan denk je, ja, je gaat zo. Ja, dit is een motorcycle stunt. Ja, ik ga nu naar boven rijden. Hoezo ga je naar boven? Ga ik niet zeggen. Hij gaat zo van die beeld afspringen. Ja. Ja. En er is ook een hele rip-off uit Uncharted 2, de game. Ja. Daar zit die hele scène ook in met die trein. Ja. Hij hangt ook letterlijk, level speelt hij door die trein heen. Ja, dat is de opener van 2. Dat is de opening. Maar dan zie je dus het verschil, als je zo'n scène aan het begin doet, waar we het net over hadden, dat die films allemaal met zo'n opening beginnen. Uncharted begint dus met die scène. Ja. En dan moet de game nog beginnen. Je had best wel een soort van de secret meeting kunnen doen met fucking het testen van een of ander ding. En dat ze in die trein zitten naar een geheime locatie. Dan gaat die AI fucken met dat gedoe. En dan heb je dus dat die trein ontspoort en dan zo, whatever. Ja. En dan heb je dus boom, Mission Impossible soundtrack, bla bla bla. Dit is echt... Maar wat ik zeg, dat was een soort van Jack Ryan intro. Dat je zo van, oh, we beginnen op een hele andere... Ja, ergens in de Atlantische Oceaan, in een submarine. Dat is what the fuck. Ja, dat kan ook wel, maar dan moet je het wel goed doen. Het voelde echt als een Liam Neeson film. Ja, dat is Maar ja, goed, hebben ze het hele part 1 is eraf. Ja. En ze hebben nu een jaar de film uitgesteld. Hè, pardon? Ja, die zou deze zomer komen, of 2024. Part 2? Hebben ze naar 2025 geschoven. Maar dus, het is niet meer part 1 en part 2? Nee. Maar dan heb je dus Dead Reckoning Part 1 en dan straks niet. Ja, die heet dus straks waarschijnlijk op Blu-ray of op de stream Dead Reckoning. Dead Reckoning. Dus Part 1 eraf en dan krijg je dus, nou ja... Oh, hopelijk doen ze echt een dikke rewrite dat het ook gewoon die AR shit gewoon... Maar ze waren volgens mij al lang bezig met... It was a dream all along. Dan zie je Ethan Hunt zo'n VR-bril uitdoen. Ja. Wow, deze training is echt sick. En dan begint het gewoon na Fallout. Maar ik denk dat ik deze wel gewoon... als slechtste Mission Impossible film zou ranken op dit moment. Nou, dat denk ik ook wel. Want 2 is ook wel redelijk slecht, maar heeft nog een soort van charme van de tijd. Ik ben ook een beetje 3 vind ik ook een beetje J.J. Abrams poepie. Fan wel. Dus dan. Ja, ik vind, ik weet niet. Ik denk gewoon aan watchability is 3 beter. Ja, nou ja, zeker. Die hebben wel leuke acties zetten. Zelfs 2 is dan leuker. Ja, gewoon voor zijn tijd. 2 was ook een soort van half jeugd sentiment van mij, maar ook gewoon omdat het een John Woo film is. Dus het is gewoon... Zeggen, ja. Het is gewoon toffe. Hij doet een backflip met witte duiven. Zo van, ja, misschien pas wel. Ja, maar daar zit wel die goede plotwist in. Met dat masker. Met dat masker, dat die gast zo dichtgetaped is. Die rabbit's foot. Ja. En fucking vechten met motorfietsen en shit. Dat is cool. Ja. Tegen elkaar. Ja, boom, en dan half Limp Bizkit op die soundtrack. Ja, ik heb die CD. Ik had die CD. Ik heb die fucking CD nog steeds, jongen. Metallica aan Limp Bizkit. Maakt niet uit. Oké. Okay. Mijn 3. Mijn 3 is Indiana Jones en the Dial of Destiny. Those days have come and gone. Perhaps. Perhaps not. Ja, heb ik ook over nagedacht om die erop te zetten. Die staat op 3. Omdat ik hem eigenlijk... zag het al niet zitten. Eigenlijk. Maar het heeft me nog... Alsnog zit ik zo van... Oh, die vieze motherfuckers. Die vuile fucking schrijvers. Met hun stomme kut ideeën. Met hun onoriginele rotzooi. Ik werd een hele... Ik werd... Ah, fuck you. Ja. Dus dat, Indiana Jones 3. Ja, wat mij heel erg tegenstaat, vooral 3. aan die film, is dat ik vond dat best een oké film. Mm. Maar hoe forgettable die is. En zeg maar dat ik inderdaad, wat ik net zei, in het vliegtuig had ik in dat ding te scrollen van welke films ze beschikbaar hadden. En dan staat ineens Indiana Jones. Oh ja, die heb ik ook al gezien. En dan moest ik echt graven van oké, waar ging die ook alweer over? Nou, dat zou niet moeten bij een Indiana Jones film, toch? Nee. Ja, ik had echt na onze review met Gerto, check hem, zat ik echt zo te denken van, oh ja, hoe zou ik het gewoon hebben gedaan als ik het niet weer Harrison Ford's depressieve oude vent en alles van de vorige films dus een beetje vergeten, want fuck dat, want we kunnen maar één kant op, blijkbaar, met onze ideeën. Dus ik dacht, doe het zo, dan hebben we deze set. Dat was 10 minuten werk en ik heb een... Beter plot. Volwaardige, soort van start. Van, hij zit weer zo, Indiana Jones is alles in het verleden. Het is net alsof ze hem gewoon de hele tijd in zijn ballen schoppen, weet je wel, in het begin. Terwijl je denkt van, oké, Indiana Jones mag ook wel een beetje nu vrolijk zijn, bla bla bla. En dan gebeurt er iets waardoor hij weer een soort van verjongt door het feit dat er weer een soort van challenge is. Want hij is een beetje vastgeroest in zijn docentschap, bla bla bla. Niet zo van... Al mijn zoon is dood, mijn huwelijk is kapot en ik wil gewoon dood. En de buren zijn hippies en fuck jullie allemaal. Dat is echt zo van, als je dan kijkt naar het einde van 4, ook al tellen we die nooit mee.
is het echt van, ik ben weer met Marion. En ik heb eigenlijk mijn zoon, Shia LaBeouf. Die kan slingeren als Tarzan, whatever. Daar kan je van alles mee doen zonder dat je het kut maakt zoals 4. Maar blijkbaar is dat niet een ding. Dus dan jat ze gewoon van 2 een beetje. Maar dan met 2 irritante personages. Nog meer vergeetbare fucking andere personages erin. Short round 2. Ja, short round 2 keer 2. Eigenlijk soort van... Hey, die ontbrak nog net wat dat betreft. Die had ook nog wel even een... Nou, ze hadden toch weer zo'n kindje. Ja, ja, weet ik wel. Maar dat je dan... Ja, oké. Okay, maar dat George Round echt terug zou komen als volwassen man. Oh, dat had je nog gekund, ja. Dat had je nog best wel kunnen doen. Ja, maar ik denk, daar had je volgens mij een betere nieuwe indie lead mee kunnen hebben, ja, denk ik. Gewoon, je had gewoon iets cools kunnen maken dat je alsnog denkt, wil Shia LaBeouf er niet in hebben? Of zo. Dat kan, maar je kan het wel doen. Zo nou, van, op zich dat hij niet slim gedaan, toch? Nee, ik vond het echt zo goed. Hij is doodgaan, Vietnam. Nee, je kan beter gewoon dat ook als aanzet doen voor een soort van nieuwe... Een soort van onderzoek, schat, whatever. Niet weer een personage erbij verzinnen uit het verleden... die waar we nog nooit van hebben gehoord. En daar dan weer de dochter van... die dan zorgt voor dat de plot een beetje vooruit komt of whatever. Ja. Dat is van, rot op. Ja, nee. Rot op. Ja. Kijk, een beetje het probleem met dit is... dat we allemaal wel wisten dat het dit ging worden... maar dat toch tegen beter weten in... Toch, ja. Toch hoop dachten, hebben. Hoop hadden. Terwijl we eigenlijk allemaal wisten waar het op uitdraaide. En dat was dit... Ja. Ik denk dat dat het vooral heel erg vervelend maakt, denk ik, de teleurstelling. Klopt. Ja, het is inderdaad. Wat ik wel tof vond aan die film was het einde. Dat het een beetje klaar was. Nee, ja, dat de aftiteling. Nee, maar ik vond het best wel leuk gevonden dat er een soort van time travel aspect in zit. En dat je dan, dat je dan echt in het verleden... Hoe absurd het ook is. Mm. Maar ik denk, ja, fucking in 4 heb je ook fucking aliens en zo. En je hebt die magie shit. En in 1 heb je, vergeten mensen vaak, heb je ook al die supernatural shit. Dus in principe, dat is Indiana Jones niet in alleen. Alles heb je supernatural shit zitten. Maar het is letterlijk een line in die film van, ik geloof niet in magie. Zo van, op die boot dan, weet je wel. Dan zegt hij dat tegen dat irritante wijf. Maar dat maakt niet uit. Dat hij echt zo van, I don't believe in magic. En dan denk ik echt zo van, nee, je hebt letterlijk de Ark of the Covenant gezien. Dat mensen hun gezichten smelten. En dat ze allemaal geesten rond zien dwalen. En letterlijk in 2 dat iemand zo'n voodoo-pop heeft. Dat zijn ogen dicht. Anders is het nee, maar je weet dat het allemaal is gebeurd. Oh, ja, en dan die voodoo-pop in 2, dat iemand zo prikt. En dat hij zo, fuck. Ja, wel, dat soort shit. Dan denk ik echt zo denk van... Oké, ja, dat is te verklaren. Ja, is goed. Wat doe ze even normaal. Dat ze het hart er zo uitpakken, weet je wel. Ja, dat soort shit. Dat is allemaal van dat soort... Maar ja, weet je, laat maar. Kutfilm. Ja, tegenvallen vooral. Ja, het was niet echt een mega slechte film. Maar het was ook niet echt gewoon een hele goede film of zo. Ja, dat was het voor mij net de reden dat ik hem niet in mijn floplijst heb gezet. Want het was niet dat ik echt het een kut film vond of zo. Dus meer dat het gewoon... Ja, gewoon bleh, weet je wel. Ja, het is, nare bijsmaak. Nare bijsmaak, het is gewoon niet wat ik had gehoopt. En, maar shit heeft ook een nare bijsmaak. Ja, dat is waar. Dus ik vond hem shit. Maar er zijn andere dingen waar ik me meer aan gestoord heb dit jaar, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, gooi er maar in dan. Wacht, jij bent er. Henk is toch? Henk, jij had op 2. Heb je nog meer flops, Henk? 2 was The Creator. Oké. Okay. Dat is mijn 1. Wie heeft er nog een originele 2? Ik ben er ook doorheen al. Oh, je bent ook, ik ben er ook doorheen. Jezus, wat gaat er hard, jongens. Ja, ik heb op 2 de Creator, maar ik heb op 1 nog wel een eentje die we niet gehad hebben. Ik had op 1 Mission Impossible. Dus dan, ja, ik ben er doorheen. Ik heb op 2 nog Invincible Atom Eve. Oh. Ja, dat is die... Dat was die serie, toch? Was dat, film. Van een uur. Ja, oké. Ja. Oké. Wat? Hoezo? Dat is mijn mening. Jouw mening is fout, bro. Hoezo? Dat is nooit waar. Dat weet je ook. Ik vond het gewoon zo'n super tegenvallen. Ja. Ik dacht, het is Invincible. Dus het is een soort van bare bones, wel tof. Maar ik vond het heel erg leeg en een beetje cheap allemaal. Het was allemaal een beetje te stereotyp. Maar wat Invincible ook wel doet, maar dan een soort van twist eraan geeft. Hier had je dat niet echt. Dus dat viel me heel erg tegen. En toen, het uur leek wel 2 uur. Dus ik dacht van, ja. Je dacht, fuck off met je Adam Eve. Ja. Ik heb hem wel gezien, ik kan me niet meer herinneren. See? Waar flop. Die precies over ging. Hij is niet blijven ook wel wat op zich. Top. Ja. Ja. Nou, dus dat, maar en op 1 heb ik Mission Impossible Dead Reckoning. Precies. Dus ik denk dat we door de flops heen zijn. Wow. Nee, ik heb nog één flop. Nee, er komt er 1. Trommelgeroffel? Volgens mij hebben jullie hem niet gezien. Oh, yeah. Asteroid City. I'm not the chauffeur, I'm the grandfather. Where are you?
Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Oh, nee. Echt zo'n lame-ass kutfilm. Maar dit is dus twee keer Wes Anderson op rij tegenvalt. Ja, nee, Wes Anderson. Hoeveel Wes is dit to me? Nee. Hoeveel Wes Anderson zit in deze Wes Anderson? Het is wel redelijk Wes Anderson. Ja? Anderson niet. Hoezo? Ja, houdt hij zich hoezo? Tot hoezo? Die andere film die ik niet meer kan herinneren. Ik vond het gewoon saai. Ja, sorry. Ik vond bijvoorbeeld Grand Budapest Hotel is mijn favoriete Wes Anderson film. Mm-hmm. Heel erg veel humor, goed geacteerd, dynamisch. Maar deze film, je krijgt toch wel het gevoel van we proberen een soort van de formule te herhalen. Maar de X-factor zit er niet in of zo. Misschien is dat iets in de chemie tussen de acteurs of ik weet het niet precies. Het schrijfwerk en de dialogen zijn ook niet zo snappy als Grand Budapest. En dan is het een soort van, ja, dan wordt het echt een soort kijkdoos waar je naar zit te kijken. Met wel leuke personages en heel veel beroemde acteurs. Ik weet dat Bill Murray niet kon, dus daarom hadden ze maar Tom Hanks gedaan. Ja, Tom Hanks en Scarlett Johansson. Scarlett Johansson zit erin. En, Jason Schwartzman, hoe weet ik weer. Ja, Jason Schwartzman. Echt iedereen en zijn moeder, Steve Carell. Echt iedereen en zijn moeder hebben ze uit de kast getrokken. En er zit één scène in die ik wel echt, overwegende film die ik wel echt grappig vond. En voor de rest heb ik gewoon alleen maar zitten kijken met een recht gezicht. En eigenlijk niet één keer echt hard op te lachen. Dus hij is erger dan The French Dispatch. Nou, ik zou misschien de French Dispatch misschien nog wel iets saaier vinden. Ja. Maar dit is wat dat betreft zit het wel relatief dicht bij elkaar, denk ik, qua niveau. Okay. Nee, ik vond er gewoon niet zoveel aan. Nou, het is ook een beetje geflopt. Ja, volgens mij gewoon als precies. Film. En ik dacht ook, heel eerlijk gezegd, dat is ook waarom die bij mij op één staat. Van, op basis van de trailer dacht ik na de French Dispatch, deze trailer te zien, dacht ik van, ook volgens mij is dit weer een soort van Wes Anderson zoals we hem kennen van zijn vorige films. En daar had ik wel erg zin in. Dus ik was ook wel erg benieuwd. Toen was ik helemaal happy toen ik hem kon zien. Maar ja, het was hem gewoon niet. Ja, nee. Misschien is het gewoon, want het is allemaal best wel natuurlijk, ja, best wel een beetje meer van hetzelfde wat Wes Anderson doet. En misschien is de magie gewoon eventjes een soort van, is het gimmick is eigenlijk. Ja, hij moet hem volgens mij gewoon wat anders gaan doen. Ja, precies. Want dat heb je natuurlijk wel. Of hij moet meer die animatieshit gaan doen. Wat ja, ook wel dat, van dat leuk kan is. Bijvoorbeeld. Ja. Maar dat heb je natuurlijk met alles. Hè, dat op een gegeven moment, als je iets een succesformule hebt en het dan soort van tot in het einde der tijden blijft herhalen. Op een gegeven moment dan. Ja, dan kookt het gewoon droog. Ja, ja. Precies. Ja. Marvel. Nou ja, ja, jij zegt stiekem Marvel. Ik weet niet of mensen dat horen. Maar ja, dat is wel zo. Ik ben nu voor het eerst. Ik heb de Marvel, wil ik zeggen. Hoe is het? De Marvels. Ik ben niet eens in de bios geweest. Ik heb gewoon overgeslagen. Dat is toch ook. Dat is een van de slechtste grossing Marvel films ooit. Ja. Dat is maar een van de enige die geen winst heeft geboekt ook, toch? Of heeft hij wel winst gedraaid? Nee, ik denk niet dat hij winst heeft gemaakt. Okay. Nee. Black Widow was eerst ook echt een aanfluiting als het ging om. Geld? Ja, nou ja, het is dit jaar sowieso. Want je hebt natuurlijk Ant-Man 3, dat was natuurlijk ook al viel al tegen. Oh ja, en, dat was dus ook gewoon nog een film. Ja. Is er een Ant-Man 3? Ja, Ant-Man Quantumania. Ant-Man and the Wasp en dan Quantumania, dat is de derde. Ja. De Marvels heeft de laagste domestic opening weekend voor Marvel. De lowest domestic box office totals en de lowest global box office. En dat is maar 197. Zo! Dat van is die pijnlijk. Is dat de helft van waarschijnlijk die maak je zo'n film voor, nou, laten we zeggen 200 of zo. En dan heb je marketing. En dan dus dubbel plus. Eigenlijk. Dus dan heb je wel de helft van. Oh man, dan verdien je, heb je 25% teruggekregen. Zou dit het begin van het einde van de superhero hype zijn? Ik denk zijn? Dat het een jaar, twee geleden eigenlijk is begonnen. Met echt dat het een neerwaartse lijn is geworden. Ja, goed, heel kijk, minim. Het is altijd gelul achteraf. Maar ik denk natuurlijk als je niet per se financieel, maar als je gewoon kijkt naar de interesse. De interesse. De culturele relevantie, zeg maar, is het denk ik gewoon na Infinity War is het gewoon Endgame. Denk ik. Oh, sorry, Endgame. Sorry. Ja, ik denk dat er bij Endgame dan hadden ze nog een beetje voordeel van de twijfel, klein beetje. Ja, maar dat was wel de piek. Weet je wel? Is niet meer omhoog gegaan. Je had Spider-Man Far From Home daarna. Ja, maar dat is toch niet. Ja, maar dat is de soort van de punt ergens in het neerwaartse. Ja, maar die kwam na Endgame, maar inderdaad zat er wel een beetje in dezelfde bubbel, maar inderdaad, al die andere films behalve dus Spider-Man No Way Home, denk ik. Ja, en dat is puur. Het is allemaal gewoon. Het is gewoon te veel. Het was gewoon te veel. Ook die series op Disney Plus. Het is allemaal te veel. Ja, kwaliteiten zijn niet goed genoeg. Zooi. Maar er komt volgend jaar heel weinig uit, hè? Ja. Er komt alleen Deadpool komt uit. En alles is verder doorgeschoven. Nou, dat is een Cinematic Universe film.
Kang acteur is net geconvict en twee seconden daarna heeft Disney gezegd we droppen hem. Ja. Dus die komt niet meer terug. Disney is Kang. Echt zulke vieze nazi's zijn het. Of NSB'ers eigenlijk meer. En iedereen wou maar één smetje. Ja, maar iedereen wou ook maar één smetje opzetten. Oh ja, fuck jou. En nou ja, in de podcast die ik luister zeiden ze al van ja, gaan ze nu gewoon zeggen. Nou ja, als Kang, als de acteur van Kang dan toch weg is, gaan we dan niet die story arc gewoon helemaal weggooien en een nieuwe story arc openen om maar een andere film te krijgen met een mindere vieze nasmaak. Volgens mij, als je moet gewoon nadenken. Misschien moet gewoon stoppen. Helemaal niet meer. Misschien moeten we gewoon stoppen. Ik kan gewoon helemaal op je schoot zitten. Ja, het komt omdat je, die trui aan hebt, dan lijk je op een stoel. Bro. Dat kan toch allemaal niet meer, Indy? Je bent niet meer zo klein als vroeger. Mensen die zitten te luisteren, die hond die dus nu bij Richard al een half uur op schoot zit, die is echt vrij groot. Ja, dus, ze heeft ons gemist. Dat is een grap. Het is geen schoothond. Nee, het is geen schoothondje meer. Gaan we naar Dishonorable Mentions? Ja, dat lijkt me leuk. Want daar hebben we series voor gekozen of is het gewoon whatever? Ik heb geen Dishonorable Mentions. Ik heb heel veel tegenvallers dit jaar. Je mag er max 3 noemen. Ik heb er 2. Ja. Maar echt kutfilms dan, dat is ook wel leuk. Nee, maar ja, doe jij maar. Ik heb de eerste, The Continental. The manager of the hotel has requested the pleasure of your company. Oh. Oh, fuck, die is al goed, hè? Ja. Dus, ja, ik heb de eerste aflevering gekeken en toen dacht ik, laat maar. Nee. Ook al heb ik Prime. Het was te zany. Hoe voelt dat nou, Pim? Dat jouw franchise nu... Ik zei het al na John Wick 2, want het gaat gebeuren. Ja, weet ik. Punt komt. Het grote voordeel hiervan is dat hier niet Keanu Reeves in zit. Ja. Dus, en het was echt zo van, ja, dit is niet hoe John Wick eigenlijk soort van die stijl is. Het had veel meer de richting van Lock, Stock and Two Smoking Barrels, maar dan slecht. Hmm. En een beetje die Guns Akimbo-achtige shit. Oh, waar ik totaal niet van hou. Met allemaal van dat soort typetjes, Smoking Aces-achtig. Dat ik echt zo dacht van, laat maar. Nee. Dus, Dat vind ik wel echt wel een memorabel moment dan 2023 voor filmers. Want dat betekent dat nu al onze franchises, Star Wars, Marvel en John Wick, all-time low, allemaal gewoon kapot zijn. Ja, ja. Ja, ik vond 4 nog steeds wel leuk, maar... Ja, nee, Pim, niet terugkrabbelen. Nee, Continental is echt puur shit. Ja, de filmreeks is nog steeds going strong bij John Wick. Dus dat, ja, nou, vind je? Ja, ik vond 4 ook niet echt Ik vond 4 soort van, ja, het is wel heel lang. Ja, dat vooral. Ja. Oké, nou, alles is kapot. Oh, en de Mandalorian seizoen 3 had ik ook nog. Welke was het ook? Was seizoen 3? Was dat date januari, denk ik dan? Oh, ja, wel, was dit jaar. Yep. Wow. Zie je? Ah, nee. Zie je? Nee, je hebt gelijk. Nee, dat mag. Ik vond het einde wel grappig. Nee, ik had er ook niet zo last van, maar... Wat was het einde dan? Ja, met die dikke space battle in 2 afleveringen. Met dat ze dan zo piuw zo... Ja, die ene laatste aflevering was wel vet. Ja. Maar voor de rest vond ik ook niet heel erg spannend. Ben ik opgehouden met kijken naar de derde aflevering of zo. Volgens mij wel. En het einde zit hij toch bij dat huisje. En dan zie je dat kikketje zo nog springen. Ja, ja, oh ja, dat was echt zo'n Little House on the Prairie einde. Ja. Oh ja, ik heb hem niet eens afgekeken. Maar daarom is het een flop. Dishonorable Mention. Nee, het was echt een beetje niks. Niks. Ik had nog als tegenvallers, lichtelijk tegenvallers. Ik vond Guardians of the Galaxy 3. Zeker. Toch tegenvallen. Die vond ik heel leuk. Die heb ik gezien. Ik vond hem heel cool. Maar ik vind het niet dat was ook wel leuk, maar niet voor Marvel. Nee, precies. Nee, daarom was... Oh. Ja, dat snap ik. dat snap ik dus wel, maar ja. Dat was echt stel. Ik vond als je zo Marvel films aan het kijken bent, oh leuk, we doen ook Guardians of the Galaxy 3. What the fuck? Ja, ik vond dat zo goed gedaan. Ik zat echt zo van, zo goed gedaan. Fucking James Gunn. Ja, ik vond dat echt... verschillende momenten en zo. Ik trok daar op een gegeven moment echt niet meer. Ik had het meer over de Rocket Raccoon hele die. Ja, nee, dat was perfect. Ja, absoluut. Ja, dat alleen dat... Nou ja, goed, de rest was echt... Ik vond die hele jaren 70 aesthetic vond ik echt super grappig. Ja, met al die van aliens op die planeet. Ja, ik vond het wel. Ik zat echt zo... Goed. En ik had David Fincher's The Killer. My process is purely logistical.
Oh, die heb ik in mijn top staan. Nou, dat wordt lachen zo dan. Fuck! Oh, goed verhaal zo meteen. En de rest was allemaal kut. Ik heb zelfs vast X nog gekeken. Ja, waarom? Ja, maar dat is geen flop. Dat is gewoon, je weet gewoon dat shit wordt, toch? Ik heb... Je bent gewoon een massagist. Ik weet niet eens waar ik allemaal naar gekeken heb. Ja, We Have a Ghost heb ik ook nog over gehad, hè. Oh, yeah. Nee. Die heb ik dus niet afgekeken. Ja. Ja, die was wel leuk. Dus dat. Fuck. Dat is grappig. Maar goed. Bij de flop hebben we, dan zijn we het allemaal soort van eens. Soort van. Ja, nu wordt het spannend, denk ik. En dan met de tops is het echt van whatever. Ja, we gaan de handschoenen uit, hè? Nou. Ik denk dat Guardians of the Galaxy ook gewoon op 2 zet dan, weet je wel. Gewoon een voor persen. Nou ja, ieder zijn mening. Ja. Gaan we door met onze tops van 2023. Woehoe, ja. Genieten. En mijn nummer 3 was... Is... Super Mario Brothers. Yeah, hey. Heb ik ook op 3. We're the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. Hey, nice. Ik heb hem niet op 3, maar hij is wel top. 5 heb ik hem. Oh, 6. Wat 5? Ja, ik moet nog een 10 ook maken. Dus okay. Ik heb gewoon... Ja, nee, ja, soort beut ja, ook ja, bij film. Nou, dit was, was gewoon een hele leuke vermaak. Zeg maar... Zat niet heel veel in. Gewoon een verrassing, denk ik. Ja, verrassing dat hij toch nog leuk was. En eigenlijk wel gewoon lekker vermakelijk. En simpel en goed. Niet meer dan het had moeten zijn. Leuke referenties erin. Goed gedaan. Dat is gewoon een topper. Ja. Ja, ik vond hem gewoon vermakelijk. Koekje de kou. Dat is niet zo handig bij de microfoon. Hè? Ik vond hem gewoon vermakelijk. Ja. En meer dan dat hoeft het ook niet te zijn. Ja, reële dag is zo. Want moet ik in het vliegtuig kijken zo? Dat is Super Mario Bros. Dat zag er fucking goed uit. Ja, dat is wel... Ja. Het is gewoon een leuke film. Ja. En verder niet veel moeilijke shit erin. Nee. Referenties. Ze hadden gewoon lol mee. Bowser was grappig. Chris Pratt viel ook mee. Want van tevoren waren mensen daar helemaal lijp over. Oh, Chris Pratt, Mario. Oh my god, de Mario lore. Oh, fuck off, man. Echt. Het was een beetje de Lego Batman. Zo van, ik had niet verwacht dat hij zo leuk zou zijn. Ja. Maar ze rennen de goede kant mee op. Als het om de humor ging en zo. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat met het eventuele vervolg. Ik weet dat ze nu wel al hebben gezegd, we gaan ook een Zelda film maken. Oh ja. Nintendo heeft in ieder geval de smaak te pakken. Dus ik ben heel benieuwd. Het is een van de weinige films van dit jaar die ik meer dan één keer gezien heb. Ja, ik zat ook zo van, ik heb misschien wel nog een keer zin in een Super Mario film. Maar... Ja, ik denk dat je wel... Zullen we zeggen, op je blote poten. Hier weer kan aanvoelen dat een deel 2 komt. Ja, tuurlijk. Maar dat ze nu bij Nintendo alle poppetjes aan het uitzetten. Ja, in water. Water. Dat is voor mij alle poppetjes aan het uitzetten. En dat wat jij zei, die Zelda film komt aan. Dus dat ze nou een beetje planningswijs aan het kijken zijn. Hoe kunnen we dit nou het handigst de Nintendo Cinematic uitbuiten. Universe opzetten. Ja. Precies. Ik ben benieuwd of er dan ooit een Super Smash Bros. Film komt. Oh, dat zou echt vet zijn. Dat zou oprecht met vet zijn. Met dan een soort van Infinity War-achtige shit. Maar dan met een hele dikke knipoog. Want je hebt dat ook wel in de Lego Batman movie gehad, toch? Dat al de vijanden tegen Dat klopt. Dus je zou dat kunnen doen. Als je niet te serieus neemt, dan wordt dat denk ik gewoon leuk. Was dat niet in Lego Movie 2 of zo? Dat je op een gegeven moment ook Gandalf en zo allemaal bij elkaar kreeg? Ja, dat is al in de eerste zat dat al. Oké. Okay. Ja, dat was echt heel leuk. En dan Lego Batman had tegen al die vijanden en zo. En Lego Movie 2 was dat met die rare soort van... Die ben ik een beetje vergeten. Lego's. En dat ze ook een soort van half in de echte wereld gingen weer, weet je wel. Dat is het shit met dat vliegtuig. Maar dat maakt niet uit. Super Mario in ieder geval. Ik had hem ook op 3, dus daar zijn we vanaf. Daar zijn we vanaf. Maar ja, dan kunnen we weer. Het scheelt weer tijd. En door! Richard. Ja. Nou, ik wilde wel even zeggen, voordat ik dit ging doen, dan wil ik zeggen dat ik 2 films heb gemist dit jaar. Jij volgens mij ook wil dat ook doen, toch? Ja. Nee, van die, voordat mensen denken, waarom staat hij niet in? Ja. Dat is in ieder geval Killers of Flower Moon. Ja, heb ik ook. Dat hebben we geprobeerd, maar we kregen het niet voor elkaar. En de technisch, want die teringfilm, tering lang duurde. Die voor worden. Klopt. Teringfilm. Omdat we vakanties en zo hadden. Ja, dat is allemaal niet makkelijk. En ik had 2 keer een kaartje moeten doen. De eerste helft wil weggaan. Ja, dat zeg je nu. En de halverwege de film. Wat deze sponsor toch. Hè? Dus maakt het uit. En ik heb nog geprobeerd om Godzilla Minus One die wil ik graag zien. Maar dat lukte niet door al die verschrikkelijke tijden in de bios. Ik heb ook Napoleon niet gezien. Nee. Maar ik heb niet zoveel vertrouwen meer in Ridley Scott. Dus ik weet niet of ik hem wil kijken. Het is oud en labiel geworden. Maar ik wil nog één titel aan toevoegen. Jazeker. En dat is, want ik heb dezelfde titels, maar ook The Boy and the Heron. Nieuwe film van Hayao Miyazaki.
En die komt dus op 27 december uit in Nederland. En er waren wel voorpremières en zo al, maar daar kon er niet bij zijn. Dus het is niet dat ik hem niet in mijn top 3 wilde opnemen, want ik verwacht er echt heel veel van. Ja, namelijk. Ik ook. Ja, ziet er echt goed uit. Maar helaas. Het had gekund. Valt buiten de boot. Die vent is ook een 84 of zo. Hè? Ja, in klopt. Zaken. Ja. Je kon geen bootleg versie in China vinden. Kom. Ja, en met Chinese subtitles voor een Japanse film. Zo goed is mijn Chinees en mijn Japans niet. Maar kan je niet allebei even de talen leren dan? Ja. Gewoon Duolingo aan. Ja, tijdens. Ik heb op 3 een Nederlandse film staan. Oh, De Vuurlinie. Nee. Ik weet niet eens. Nee, weet niet of je hem gezien hebben. Hardcore Never Dies. Ramamai, en gelul. Oh, dat wordt er wel van. Het was een beetje. Is dat op Prime? Is dat op Prime? En een beetje dat ik dacht van dit wordt een. Ik ben opgegroeid in die tijd van de grappers. Ik was verder geen grapper, maar ik heb het wel voor de 100% meegekregen. We laten nu wat foto's. Je hebt je Aussie afgestopt. Ja, nee. Ik was natuurlijk helemaal wars van. Ik had dat, maar goed, ik heb het wel bewust allemaal goed te zien gebeuren. Maar ik dacht eerst dacht ik dat het een documentaire was. Door de trailer, de beelden. Er is ook een documentaire over Thunderdome. Dus dat is een beetje die grappige. Dus ik raakte een beetje in verwarring. En toen dacht ik, dit is blijkbaar film. En toen ben ik me gaan kijken. En ik was blij verrast. Daarom dacht ik, ik vind dat misschien dat ik hem officieel wat lager zou plaatsen. Maar ik dacht, hij mag er wel in. Als hij boven verwachting is. Daarom. Dus ik was wel verrast door de vooral door de kwaliteit van de film. Ja, dus het is ook 4x3 en het is zo'n gruisje overheen. Je hebt echt alsof je naar een film uit de jaren... Alsof je een videoband ergens hebt gevonden en die kijk je. Dus het is echt videobandkwaliteit zoals het geschoten is. En dat werkt heel erg versterkend. Grappig. Oké, dat wist ik niet. In de trailer vond ik het er wel goed uitzien. Dat er zijn zo'n drift in zo'n golf. Ja. En dan is het echt zo... Dat ziet er ook echt zo gruisig uit alsof het een videoclip is. Precies wat het is. En je ziet dingen op de achtergrond waarvan je denkt... Hé, dat is het. Mijn tijd. Videobanden, Super Nintendo... de tandenborstelshow zie je ergens op de achtergrond. Nee. Dit waren allemaal dingen uit de jaren 90. Yeah. En daar waren dus ook de hardcore scene. We zijn natuurlijk ook onderdeel van. Ja. En het verhaal is dan vrij cliché, laat ik het dan even zo noemen. Maar Jim Taihutu, de regisseur, die heeft natuurlijk... In de Oosten is dat ook, dat iemand die wars is van de wereld... en dan een keer ingezogen wordt door een ander. Ja, en dan een keer is hij onderdeel van de wereld, waar hij eigenlijk geen... Dat is, dat is van dezelfde regisseur als de Oosten. Ja. Okay. En ook van de Wolf met Kenzari. Marvin Kenzari. De Oost vond ik wel. Ik bedoel, voor Nederlandse begrippen vond ik dat best in ieder geval wel een mooi geschoten film. Precies, wat hij daar goed ook doet, dat hij wel de tijdgeest wees te vangen. En dat doet hij hier eigenlijk dan nog beter. Dat is misschien ook wat goedkoper, denk ik, dan wat hij voor de Oost nodig had. Kan ik me voorstellen. Maar hij heeft mij in ieder geval aangenaam verrast. Okay. Dus ik vond het een dikke aanrader. Dat ik dacht, die moet ik gewoon even op de reset. Hij duurt ook helemaal niet zo lang. Dat is ook wel fijn. Half? Ja, zoiets. 1:50 minuten. Nou ja. Nou, valt dan wel tegen. Voor moderne begrip is dat een korte film. Tegenwoordig is dat niks. Nee, precies. Hij staat op Prime. Ik dacht ook wel, als een documentaire over hardcore. Ja, ik heb datzelfde. En ik dacht ik ga hem toch eens kijken. En ik was aangenaam verrast. Dat is echt een goede film. Voordeel van Prime, je kan hem altijd aanzetten en altijd weer gewoon uitzetten. Precies. En voor €3 die Prime en dan kijk je deze film. Dat is dik verdiend. Dus op 3... We worden niet gesponsord, hè? Nee, maar het mag voor deze films Ik heb al vaak genoeg geshield voor Prime. Dus Jeff Bezos. Ja, kom op, man. Dus, maar even kijken. Welke volgende gaan we nu? Want we gaan nu van... Jij bent nu, want hij is... Wij zijn al geweest. Nee, wie is geweest op 3? Mijn nummer 3. We hadden dezelfde 3. Is... Suzume. Wazawai ga detekuru. Suki. Omae wa chama. Ook een anime. Ja, toevallig ook een anime. Met die deuren. Met die deuren. Ik moet wel heel even erbij zeggen, want het is een beetje cheaten. Want de film is volgens mij uitgekomen officieel in 2022. Maar in Nederland in 2023. Maar dan had ik er ook 5 in kunnen zetten. Ik heb... Ja, oké. Ik dacht, fuck jullie, ik doe dat gewoon. Want ik heb hem in de bioscoop gezien in 2023. En hij kwam in Nederland in 2023 uit. Dus. Ja, maar dat mag ook. Ik heb ook heel veel films in mijn lijst. Die... Maar sinds wanneer mag dat? Ja, wat de die films hebben toch een Nederlandse première in 2023? Daar ja, maar ze toch komen over... uit 2022. Ja. Maar ze gaan hier toch in Nederland pas in première in 2023. Dan zou je dus dat soort films zou je dus nooit mee kunnen nemen in je top. Ja. Ja, fuck jou. Dat is toch oneerlijk? Oh ja, maar kan ik mijn hele top en flop weggooien. Ja, volgende keer. Okay. Volgende keer. Volgende keer. Doe nog eventjes een correctie in de comments. Maar in ieder geval, superleuke film. Echt, ik weet wel, zeg maar, die regisseur, daar heb ik wel meerdere films van gezien. Die vond ik allemaal erg tof. En ik zag, zeg maar, dat deze dan in de bioscoop draaide. Wat voor een anime film best wel ongebruikelijk is in Nederland.
Ja. Dus ik dacht van, oh, nou, daar wil ik wel heen. En ik was echt soort van weggeblazen. Van, oké, ik had niet verwacht dat dit zo'n goede film zou zijn. Echt een hele leuke film. Ja, ik wil ook wel heel graag zien. Maar ik zit ook te wachten tot hij ergens een keer op een... nu dan een streamingdienst zal moeten komen. Ja, ik weet niet of die ergens te streamen is al. Ik heb hem nog niet langs zien komen ergens. Mm. Maar ik kan er verder ook niet heel veel over uitweiden. Ik had er al een keer over verteld in een aflevering. Volgens mij ergens halverwege dit jaar. Ja, klopt. Maar het was gewoon erg leuk. Ja. En ook echt een verrassing voor mij. Daarom staat hij op 3. Hm. Oké. Okay. Nou, dat is toch leuk. Ik had net top 3 een beetje van die verrassingen. Beetje originaliteit, hè? Dan in vergelijking met onze floplijst. Niet al te wilde blockbuster films. Nee, precies. Ook als Super Mario Bros. Was gaan rijden, ik een blockbuster, toch? Ja, dat is de best verdiende film van dit jaar, toch? Oké. Okay. Dus, dat is niet waar. Dat is Barbie. Nummer 2. Of en Oppenheimer, dus ook. Jij was 3. Super Mario. Ah, Super Mario, oké. Ja. Dan mag jij weer 2 doen, hè? Want die kwam uit in 2023. Nee, mijn nummer 2 is Spider-Man Across the Spider-Verse. A in AP Physics. That's my little man. And a B in Spanish. What? Ooh, okay. Miles. Are you trying to... Mira, es un imbus. Ah, was mijn nummer 1 dit jaar. Dat zat ik ook aan te denken, maar toen dacht ik, ja, maar hij heeft me niet... Nee. Het was geen verrassing dat hij zo goed was. Dat was eigenlijk waarom die op 2 staat bij mij. Ja, nou, de verrassing was dat ik wist dat hij goed was. Dat hij eigenlijk nog beter was dan dat hij goed was. Ja, maar ik dacht dat hij wel zo goed zou zijn. Dat het me niet verraste dat hij zo goed was. Niet. Okay. Niet. Hij was gewoon... Ja, oké. Okay. Ja, okay. Ik was niet... Ja, ik had niet verwacht dat hij slechter zou zijn. Gewoon. Nee, oké. Okay. Zo. Hij voldeed precies aan je verwachtingen. Precies. Dat is het. Ja, tijd zat, jongens. Daarom zit hij op 2. Ja. Maar ja, dat is een knijtergoeie film. Ja. Wat zeg je nou? Ja, ik zeg, die band loopt door, hè? Die band loopt door, ja, zeker. Maar jullie hebben hem nog niet gezien dan, denk ik. Nee. Oh, ja. Nee. Jullie vandaar de stilte aan de andere kant. Nee, ja, ik moet wel zeggen, ik ben wel zo... Omdat jullie blijven... Heb je dat ook niet gezien? Nee, jullie blijven het noemen. Dus ik staat al op mijn lijstje van, ik moet een keer die twee films kijken. Maar ik vond de eerste wel echt heel cool. We hadden hem bijna op onze toplijst gezet, maar we hadden hem te laten zien. Vorig jaar was die, of dat was het 2 jaar geleden, hadden jullie die ook in de toplijst, toch? Konden we dat ook niet doen. 3 jaar, denk ik. Ik denk dat wel 3 jaar geleden is. Ja, wel tijd geleden. Het was mijn nummer 1, omdat ik vind dat deze film al, inderdaad, wat Henk zegt, dat hij goed zou zijn. Dat hij eigenlijk nog een tandje beter was en waar hij naar opbouwt. Want het is natuurlijk een relatief open einde. Omdat natuurlijk volgend jaar krijgen we Into, Across en Beyond. Beyond the Spider-Verse. Dus het gaat nog even verder, maar die is geloof ik ook weer uitgesteld een half jaar. De nieuwe? Ja. Oh. Ja, het was als 2 luik zou het worden gebracht. Okay. Hij duurde ook best lang, toch? Dat was 2,5 uur of zo. Voor een animatiefilm, dat we dachten, oei, hoe ga je een animatiefilm boeiend houden voor zo lang? Ja. En ik kijk even met een schil oog bij Henk, of die nou de speelduur ergens staat. Maar die staat er niet bij. Maar hij duurt volgens mij echt langer dan 2 uur. 2 uur en een kwartier of zo. 2 uur 20 minuten. Maar hij blijft boeiend. Eindigt hij ook op een cliffhanger dan? Ja, maar wel dat je denkt, oeh. Ja, goede cliffhanger. Goede twist. Ja, oké, maar dan ga ik mooi wachten. Want dan gaan... Ja. 22. Ja, ik weet niet. Ja, het is goed gedaan. Ik hoop wat ze vooral goed doen, dan ga ik niet veel spoilen, maar dat ze van dat relatief onbelangrijke personages gaandeweg toch nut hadden of een functie hadden en toch belangrijker zijn dan je van tevoren dacht. Hmm. En natuurlijk voor de liefhebbers zitten er heel veel cameo's in. Op grote schaal, kleine schaal. En memes. Er valt voor iedereen wat uit te halen. Memes zitten erin. Ja, er zit ook zo'n scène in van die Spider-Man pointing. Allemaal. Wat wel heel grappig is trouwens. Het is te gek. Dus, maar ik wilde hem ook op 1 doen. Wat jij net zei. Of zei jij dat? Van we konden Into the Spider-Verse toen net niet op 1 zetten. Want die kwam een week uit nadat we de lijst gingen doen. Dus als ze me zeggen goedmaker... Dacht ik, ik zet er dan deze nu op 1. Dat is ook nog een beetje voor Into the Spider-Verse. Ja. Nee, snap ik. Een beetje goed maken. Ja. Dus ja. Ja, die wil ik nog wel een keer zien. Ja, hij staat op Netflix nu. Oh, nu zet ik me helemaal mee. Oh, en ik heb Netflix toevallig. Nou, hey. Kunnen nog iets kijken. Wel de HD-versie. Ik voelde me al een beetje pauper of zo. Ja, dat is ook.
Oké. Ik had Rielle bijna de SD-versie van Netflix gegeven. Omdat ik dacht, nou, is er nou echt meer nodig voor al die Riverdale, Virgin River bullshit? Dus dacht ik, nou, dan gaan ze misschien toch wel kunnen zien op mijn 4K-tv. Netflix zegt, oh ja, dat is weer helemaal afdalen. Maar Netflix is echt zo pokken duur geworden, jongen. Ja, precies, dus hadden geen reet op meer. Hmm. Rielle wilde opeens, zeg maar, dit december, wilde dat in die kerstfilms kijken. Zoals die Hallmark-films. Netflix. En toen dacht ik, oh ja, dat is geleden voor je. Maar dan heb je dus drie van die dingen. Ja, wel. Kan voor de 4K-versie betaal je volgens mij zo'n 18 euro of zo. Ja, ja, dat zegt, toen dacht ik, nou, je krijgt wel gewoon HD. Maar je had dus ook een SD-versie. Ja. Toen dacht ik, maar dan ga je echt op een 4K-tv. Nee, dat hoort niet. Dat maar je denkt, wanneer is hij nou een keer klaar met bufferen? Denk ik. Ik zat net HD te kijken, dacht ik, oh, hier mis je niks van. Gewoon heel ver weg kijken. Gewoon van buiten. Ja, dit was mijn nummer 2. Ja, ik wil mijn nummer... Nee, dit was mijn nummer 1, sorry. Maar dit was jouw nummer 1. Dit was mijn nummer 1. Nummer 2. Nummer 2 is waarschijnlijk van iemand dan, denk ik, de 1. Dat zou van allemaal, kunnen. Dat denk ik. Ik denk het wel. Zal ik hem even bewaren dan? Wat anders je mag hem bewaren. Zeg hem even. Zeg jouw 2 gewoon. Nee, want ik bewaar hem even. Ik denk dat hij ergens anders op 1 staat. Dus ik ga hem gewoon even gaan. Als iemand denkt van, nou, ik heb een nummer 2. Die heeft niemand op 1 of 2 staan. Het ding is een beetje nu, omdat de regels anders zijn dan ik dacht. Heb ik ook zit van... Kut. Nu heb ik ook 2 films die ik ook op 2 wil zetten. Ja, dat maakt dan niet uit. Maar voor het 7e jaar doen we dit, Pim. En de regels zijn anders dan je verwacht had. Ja. Oké. Okay. Maar want ik dacht, ik heb alleen films uit 2023. Oh. Oh. Fuck jou, Pim. Ja. Ja, sorry. Behalve voor ik heb wel een nummer 2 waarvan ik bijna zeker weet dat jullie hem allemaal niet hebben. Oké. Okay. Op lijst. Ja? Ik heb als hij dit jaar lijst. There's a word in Korean, inyeon. It means providence. In de vliegtuig gezien. Ook een film waar ik echt... Ik had de poster een keer ergens langs zien komen. Volgens mij is het van A24, maar weet ik niet zeker. Zal wel. Maar het is wel echt zo'n zware soort van indie film zonder budget. En het gaat, zeg maar, het is een heel klein verhaal waar je dus weinig budget voor nodig hebt. Het gaat over een vrouw. Of eigenlijk een jong meisje wat in Korea opgroeit. En dan vervolgens op haar 12e of zo. Dan verhuist naar Amerika. En ze zat natuurlijk in Korea als beste vriend. En 12 jaar later. Dan is zij natuurlijk helemaal ingeburgerd in Amerika. En dan een soort reconnecten ze. En dan gebeuren van allerlei dingen. En dan raken ze weer. They lose touch. Zoals dat gaat. En dan 12 jaar weer daarna. Dan raken ze weer in contact met elkaar. En dat, zeg maar, die momenten. Daar gaat de film eigenlijk over. Oh, okay. En ik vond het echt bijzonder goed geacteerd. En ook gewoon best wel een mooi origineel verhaal. Wat best wel eigen tijds is. Dus je ziet ook dat ze dan soort van met elkaar gaan zoomen en zo. Terwijl vaak bij dit soort verhalen is het natuurlijk een beetje een soort van heel dramatisch en zo. Maar dit voelde heel erg juist. Van, dit is hoe het echt zou gaan. Ja, ja, een beetje. En dan zitten ze in Skype. Ja. En dan is het inderdaad eerst heel awkward. En dan verbreekt de connectie, weet je wel. Dat soort shit. En nou ja, hoe ze daar dan mee omgaan. En gewoon het acteerwerk. Wat natuurlijk best wel... Nou ja, leunt heel erg op acteerwerk. Want het gaat... Je kan je nergens achter verstoppen. Geen fancy actiescènes of zo. Het is letterlijk een camera op 2 mensen. En dat werkt gewoon heel goed. Het is bijna een soort toneelstuk. Ja. En ik snap allemaal liefde shit en zo zit er allemaal in. Dat is allemaal wel redelijk melodramatisch. Maar ik vond het gewoon, omdat het zo goed geacteerd is, kwam ik er wel in mee. En ik zat echt in het vliegtuig dat ik dacht van, ja, ik ben wel een beetje, ik voel me echt wel een beetje sad. Ja, godverdomme. Jij ook nu. Ik kreeg gewoon een emotie van deze pixels. Nee, maar dat vind ik echt, want Henk ook al zei, in een vliegtuig is een film kijken toch best wel een soort van anders. Dat je allemaal kabaal en huilende baby's en allemaal shit om je heen hebt. Even ronden die van mij. De standaard Pathé experience. Wat? Ja, nee, true. Maar dat je dus niet, zeg maar, een film je volle aandacht kan geven. En dat ik zo toch zo meegetrokken werd, vond ik best wel goed. Dat is wel echt een teken dat het een goede film is, wat mij betreft. Het is haar eerste regie. Enige regie. Céline dat zou Song. Kunnen. Het, is ook niet, het kwam niet, zeg maar... Ze heeft ook The Wheel of Time meegeschreven. Die serie. Big Oofs. Big Oofs, buddy. Big en dan zou ik jou wel een film schrijven. Nou, dat is, dan is dit misschien dan als, je haar, als je haar met haar niet bemoeit, dan maakt ze goede shit. En als je het in via comité gaat doen, dan wordt het crap. Zoals u ja. Ja, maar je weet niet hoeveel schrijfwerk ik heb. Misschien was het kut dat ze het juist iets beter heeft gemaakt. Dat ja, de kut. Ja, maar dat is dat kan. Maar ik heb Wheel of Time niet gezien. Ik weet niet hoe slecht dat is. Ik heb geen idee. Ik hoorde geen goede dingen over. Ik heb alleen de eerste aflevering voor de helft gezien. En toen werd ik er zo naar van dat ik dat is met die Rossman
Rosamund Pike is het probleem niet, want zij kan best wel acteren, maar het is een beetje Lord of the Rings verhaal. Ze heeft niks om mee te werken. Ja, dat. Het is slecht geschreven, maar het is ook een beetje een Lord of the Rings verhaal dat het gewoon allemaal soort van super nep en cheap eruit ziet. Alsof ze bij Greet verkleed een fantasy pak hebben gehuurd. Zoals Rings of Power eruit ziet. Ja, precies. Ja. Nice. Dan haak ik af hoor. Ja. Jouw nummer 2. Oh, ja, goed, ik grijp in. Ik zit nu een beetje van, ja, what the fuck. Oké, je moet nu kiezen. Ja, Sisu. He was a Finnish commander. Lost his home and his family in the war. He became a one-man death squad. Ja. Oh ja. We hebben ook nog, ook nog over getwijfeld. Oh, of Tar. Of Tar. Ja. Oh. Want de killer staat denk ik nog steeds bij mij op 1. Die heb ik nog niet gezien, Tar. Maar die wil ik wel zien. Ja, die was 2 maart in de bioscoop. En Sisu was echt ook ergens... Pas heel laat dit jaar in de bios. Ook al zijn ze allebei van 2022. Ja, precies. Dus ik kon eigenlijk niet kiezen. Ik zat ook met... Ja. Oh, je hebt echt allemaal films vorig jaar. Man. Mag toch helemaal niet? Oké, dan kies ik wat anders. Nee. Ik kan ook gewoon de Equalizer 3, Oppenheimer of John Wick 4 doen. Nee, maar... Maar Sisu, denk ik. Als ik echt denk aan van waar ik het meeste lol mee heb gehad als film... En waar ik van dacht van, ja, dit kan beide kanten op, een beetje. Ja. Dan is Sisu wel gewoon waar ik van hou, van die hele simpele tongue-in-cheek, bijna komische shit. Ik vond het een vette film, ja. Ja, en het zag er verrassend fucking goed uit. Dus bij ons eer, ik heb bij, ja, we hebben gekeken, hè, bij jou. Ja, we hebben bij mij gekeken. Ja. Jij kwam ermee, ik had er nog nooit van gehoord en ik was echt heel aangenaam verrast. Ja, ik denk het wordt een beetje zo'n grindhouse-achtig ding. Helemaal niet. Eerst een paar shots dat ik echt van... Oké, dit is echt een soort van open range-achtige kwaliteit, weet je wel. Bijna Blade Runner-achtige, rustig aan shots. En gewoon echt de... Maar dan gewoon die wereld laten zien. Ja. Mm. Maar dit was in Groenland of zo opgenomen, toch? Of ergens in het noorden van Scandinavië, zoiets. Ja, maar in ieder geval zoiets, heel ruig terrein en heel mooi in beeld gebracht. Ja, precies. Ruig terrein, maar wel net in bloei en zo. Ja. En... Maar wel nog een soort van koud. Dus je kon allemaal, die kon zo mensen zo vies mogelijk maken als je wilde. Ja, en nazi's worden afgeslacht. Dat is altijd wel lachen. En het is gewoon eigenlijk een super simpel verhaal. Maar het gaat, hoe het is gebracht, is, ja, kon je geen spel tussen krijgen. Was echt gewoon nice. Noord-Finland. Noord-Finland, oh ja. Oh ja, Lapland. Maar het zou in Lapland moeten zijn. Maar ja, het was natuurlijk autumn. Dus dan heb je gewoon, het moest... in de winter zijn. Ja, zo, dus een beetje die... Ja, okay. En jullie review was pas... wat zei ik nou? 7 juni hebben jullie hem gereviewd. Ja, maar precies. September of zo is het. Volgens mij uiteindelijk... Het was echt chaos om te ontdekken wanneer die überhaupt in Nederland uitkwam. Ja. Dus dat. En dat was hetzelfde als met Tar. Die is ook pas 2 maart in de bios verschenen. Ook al was die wel genomineerd voor de Oscar van 2022. Dus dan zei ze echt van, ja... Ik moet dan, denk ik, voor... Mijn top 2 zou ik tussen die 2 kiezen. Want die zijn daar dacht ik zo van... Ja, dit wordt volgens mij gewoon een goede film. Maar hij was echt... Ik zat echt er wel echt in. Van, oh shit. En dan had ik bij Sisu ook. Ja, dus dat. Oké. Okay. Gedeelde tweede plaats. Heb jij nog nummer 2? Of had je al nummer 2? Nee, je had al nummer 2. Mijn nummer 2 was Spider-Man. Nummer 1. Dat was mijn nummer 1. Wat is jouw nummer 2 nu? Mijn nummer 2 is denk ik de nummer 1 van deze 2, denk we zijn toch bij Henk. Dus dan als Henk even zijn nummer 2 of zijn nummer 1 doet... Ja... Dus dat dan hebben we waarschijnlijk ook jouw nummer 2. Dat denk ik wel. Het is al raar dat hij zo is. Gooi het eruit, Henk. Gooi het eruit, het mijn nummer 1 is Oppenheimer. Ja! Hey, Dat is voor mij ook. Ja. Nou, voor mij ook nummer 1. Oh, oké. Okay. The world will remember this day. Ah, die had ik op... Dat was één van mijn keuze voor 2. Okay. Ja, de druk bij jou op nummer 2. Ja, ik heb letterlijk nu 3 films erin staan. Plus nog 2 die ik dus, omdat de regels anders zijn, die ook. Een beetje tas voor volgend jaar, Pim. Ja. Ja, dan zet ik ze er gewoon nog een keer in. Ja. Why not? Why not? Maar volgens mij, dit was wel vrij unaniem. Dat dit volgens mij maar 1 film die dit jaar, denk ik. Oh, ik heb dat niet op 1. Nee. Oh, oké. Okay. Maar volgens... Jij hebt toch niet John Wick 4 op 1, mag ik hopen? Nee, dat was misschien een 2 of gewoon gelukkig. Niet. De film die ik net al... Ik heb de film al genoemd namelijk, die hij op nummer 1 heeft. Dus dat vind ik interessant. Schiet me zo niet binnen. Want, Ha! Mooie woordspeling. Nice. Ja. Nice. Nee, maar goed, Oppenheimer. Oppenheimer. Nou ja, want de vorige film van Christopher Nolan was natuurlijk niet zo'n succes. Tenet.
Tenet? Tenet niet, dacht ik. Hè? En daarvoor Dunkirk. Hmm. Bah, vond ik oké-ish, maar wel een beetje zo van... Oké, ja, de gimmick van Time is wel een beetje klaar. Wel wat minder, ja. Daarvoor was het Interstellar. Toffe film. Die vond ik echt fucking vet. Maar heb ik nooit meer nog een keer gekeken. Gewoon puur voordat ik dacht, ja... Yeah. Ik heb het nog één keer gezien, volgens mij. Niet echt. Ja, maar dat ligt aan jullie, hoor. Want ik heb die shit gewoon echt 3 keer in de bioscoop gezien. Vond het zo vet. Ja, maar je hebt ook Avatar een aantal keer gezien, toch? In de bios? Ja. Of nee, gewoon, nee, gewoon nee. Een aantal gewoon keer überhaupt gezien. Wel een paar keer gezien, ja, maar okay. Niet in de bios. Nee. Ja, precies. En daarvoor, even als het lijst teruggaan, was The Dark Knight Rises. Hmm. Ook niet zijn beste werk. Dus het is niet dat hij een impeccable track record heeft, zeg maar. Dus ik had niet direct zoiets bij deze film van... Oh, dit gaat sowieso een banger worden. Ja, maar je weet wel, grote explosie. Dat je kwaliteit krijgt. Mm. Ja, dat, ook als je naar Tenet kijkt. Maar ja, Tenet dacht ik echt zo van... Nou, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Inderdaad, Tenet was best wel gewoon een oké film. Het was misschien niet inderdaad een banger, maar het was wel gewoon een kwalitatief goede film, toch? Mm. Ja, vind ik wel. Nee, vond ik niet. Dat is gewoon een goed, ja, laat ik zo zeggen, een goed gemaakte film. En dat je het verhaal misschien dan... Nee, maar ik vond het ook echt saaie actiescènes. Die scène met die auto bij elkaar gaan rijden met 4 auto's. Met die brandweerauto. Dat ik echt, jezus, dit is echt fucking saai. Ik snap dat het allemaal echt is gedaan, waardoor het nog wel oké cool is. Maar het is echt wel heel saai. En toen ging dit vliegtuig in het gebouw. Dacht ik, ja, ik snap dat het echt is. Maar het is echt wel fucking saai wat er nu gebeurt. Ja, oh, ja niet zo spannende dingen. Oh, en dan die grootste actiescène. Wat een soort van James Bond-achtige. Met al die gasten die dan achteruit liepen. Dat ik dacht, ja, yeah, doet mij ook niet zo heel veel. Ja, dat kan. Ik was super negatief over die film, dan ben ik nog steeds. Ja, ja, maar ik kan, ja, we hebben hem wel met z'n allen gezien, toch? Dit was de eerste na corona. Ik weet wel dat jullie inderdaad niet super enthousiast waren, maar ik kan me niet herinneren dat jullie echt negatief waren erover. Ja, volgens mij heb ik gezegd dat ik een pretentieuze butfilm vind. Nee, jij was nog wel, denk ik, het meest kritisch. Maar zeker, ja. Ik kan me niet herinneren dat Henk echt heel erg... Nu erop terugkijken, denk maar goed, ik. Maar goed, laat het niet alle wonden. Niet ja, dat is soms over. Laat het over Oppenheimer. Dus, ja. Oppenheimer. Dacht ik bij Oppenheimer. Nou, vooruit. Ik vind het een goede regisseur. Mm-hmm. En hij kan mooi schieten. Maar hoe kan je zo'n film, zeg maar, interessant en leuk maken? Blijkbaar wel. En dat vond ik wel heel cool. Wat een ander ding waardoor ik wellicht dacht van, nou ja, jullie weten wellicht dat Cillian Murphy niet per se mijn favoriete acteur nee. is. Hmm. Maar in deze film dat ik dacht, ha, hij deed het wel echt heel goed. Dus dat vond ik wel cool. Ja. En Robert Downey Jr. verraste mezelf dat hij hoe hij erin zat, vond ik erg leuk. Ja, hij kon zowaar acteren. Ja, ja nou, ja, ik blijf het wel moeilijk vinden wel. Om dan voorbij Iron Man te kijken. Dat heeft hij zo lang gespeeld. Ja, dat is wel heel makkelijk. Kiss Kiss Bang Bang en Tropic Thunder en zo. Ja. Dus dan, ja. En ik vond het gewoon een goede twist ook nog, zeg maar. Dat je zeg maar... Hmm. Ja, die twist die erin zat, nou, die we dan niet zullen spoilen, maar dat vond ik erg tof. En eigenlijk het rustigste moment in een praatfilm was eigenlijk het moment dat er een nucleaire explosie afging. Ja. De rest was allemaal best wel tight en gespannen. Ja, klopt. Je zat de hele tijd zo... What the fuck? Waarom is deze? Ja, ik kreeg een soort van verhoogde hartslag van... Ja, ja. En toen gingen ze zeg maar zo wachten tot die explosie. Dacht ik, oh jeez. Even rustig. Ja, maar dat komt denk ik omdat je... sowieso de muziek werkt er heel erg aan mee. Want die hele tijd, die tempo verandert de hele tijd. Dus dan krijg je heel erg een soort van stressgevoel van. Ja, als je nu die soundtrack aan zit, dan denk je... Oh, ja, dat is heel erg een soort van modern en experimenteel klinkt dat dan. Maar je hebt ook natuurlijk de hele tijd vaak scènes die naar elkaar komen. Die zijn, zeg maar... Chronologisch totaal los van elkaar. Precies. Het is totaal niet chronologisch. Je gaat van hot naar her. En die editing is best wel snappy. En dan op het moment dat je die bom krijgt, dan nemen ze van de tijd om dan valt ook alles letterlijk stil. Ja. Ja. En ik denk dat inderdaad wel een hele interessante keuze is geweest, omdat soort van je zou het andersom verwachten, laat ik het zo zeggen. Ja. Zoals bij Michael Bay waarschijnlijk geweest. Ja, precies. Ja. Ik vond sowieso die laatste quote waar je ook mee begint met die film, met Einstein, dat hij zo Einstein zo teleurgesteld wegloopt of helemaal zo van in gedachten, vet depressief. Dat vond ik wel echt wel een hele goede afsluiter ervan.
van die hele film. Ja, klopt. Ik vond misschien alleen, merk ik, elke keer als ik Matt Damon in de film zie, denk ik, hadden ze niet beter iemand anders kunnen casten. Want ik zie gewoon... Te Matt Damon. Te Matt Damon. Ja. Ja. Mm-hmm. Te weinig, zeg maar. En het is dat oké is, maar de rest is gewoon, die acteert in de film of zo, en je hebt Matt Damon. Die daar dus die zit. Zijn meer hun personage. Ja. 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 We have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? Ja, nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Dat vind ik... Dat ja, vind dat ik, kan, ja, ik heb dat ook met sommige acteurs. Dan zeg ik echt van, oh ja, je bent gewoon Will Smith, heb ik dat. Hé, hey, daar heb je een Will Smith. Ja. Ja, ja. Wat, welke Will Smith is dit? Toen ik eerst vond ik, ja, misschien tot The Bourne of zo, of dacht ik echt van, oh ja, met hem een beetje, ja, ja, een leuke acteur of zo. Ja. En, ik had soms echt zo'n rare... Dan zie ik hem altijd zo voor me in die film. En dan denk ik ook soms aan The Monuments Man. Oh. Die film met George Clooney en ja, zo. Ja. Dat echt zo zit van... Oh nee, nee, dit is nu wel een serieuze dude. Nee. Het is niet gewoon een beetje... Ja, en ik denk ook, hij speelt ook een redelijk grappige rol in Oppenheimer. Als in, hij heeft soms wel van die quips en comebacks en ja, zo. En dat soort dingen. Hij speelt dus... eigenlijk een oudere dude dan die is. Ja. Hij speelt een beetje zo'n... Hoe heet die? Tommy Lee Jones-achtig ja, speelt hij. Ja. Maar dan... 20 jaar jonger of zo. Ja, ja. Dat je denkt. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Hij had misschien een ouder acteur gecast moeten worden. Ja maar, misschien, ja, maar misschien, ja, misschien voor zijn tijd of zo. Voor die dat het wel had gepast of zo. Maar het voelde gewoon. Ja, hij ziet er ook niet te strak militair uit. Gewoon zijn gezicht en zo. Het komt niet echt over alsof hij jarenlange ervaring heeft in het leger. Nee, dus, ja. Nee, dus misschien ja, beter iemand kunnen casten die wat minder, ja, minder bekend of zo. Maar dan wel goed. Ik bedoel, dat moet toch ook kunnen. Ja, zeker. Ik heb niet het idee dat Nolan ook echt cast om de naam, toch? Nee, ja. Maar wel echt wie die denkt dat geschikt is voor. Maar wat ik wel merk bij dit soort films... Dus bijvoorbeeld inderdaad Oppenheimer is echt zo'n film... die gewoon bijna elke rol daarin is een bekende naam. Zelfs de wat kleinere rollen. En we hebben het volgens mij daar wel eens een keer eerder over gehad. Dat op een gegeven moment is het soort van te veel. Te veel star power. Want dan zit je bij elk shot waarin dan een de janitor op de achtergrond langskomt. Denk dat je dat dan Bill Murray? Hey, dat is Bill Murray. Ja, inderdaad. Hey, wacht, die heeft er wat mee te maken. Dat had je het bij Baantje of zo. Als er dan iemand vermoord werd, dan was er altijd guest starring, weet je al, dat soort shit. En dan denk je, ja, dat is de moordenaar of die heeft iets mee te maken. Ja. En dan zie je hem ergens op een bank zitten in een fucking trein. Dan denk je, ja, dat is hem. Ja. Je wil alleen nog even weten hoe hij dat heeft gedaan. Ja, 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 nou, maar dat inderdaad een beetje. Want je hebt gewoon zoveel heb bekende namen. Lijntjes om vast te houden. Ja, en dat is gewoon zeker... Bij Oppenheimer had ik ook heel vaak dat het soort van mensen waren waarvan ik niet per se de naam dan weet, maar die je wel vaker hebt gezien. Oh ja, dat is dat gezicht. Ja, van hey, dat is die guy. En dan ben je de hele tijd aan het denken van, oh, waar zat hij ook alweer? Welke guy is dat ook weer? Ja. Ja. Okay. Ik had wel Einstein heel goed gecast. Dat vond ik inderdaad echt een hele goede scène. Ja, ja, ik vind dat sowieso echt een mooie... Gewoon die introspectie die hij heeft is gewoon tof. En Gary Oldman natuurlijk als de president. Ja. Perfect gedaan. Gary Oldman is echt zo'n acteur, die krijgt het wel gewoon voor elkaar. Ja. Heeft Anthony Hopkins heeft dat ook bij mij. Vooral de ouderen wat meer, denk die ook opgegroeid zijn met theater. Ja, ja, inderdaad bij Dennis. Denzel Washington heeft dat ook wel. Ja, bij Gary Oldman heb ik inderdaad eigenlijk nooit dat ik denk van, oh, dat is Gary Oldman. Ik moet altijd denken van, oh, is dat nou, wie was dat? Gary Oldman. Ja, bij mij is het altijd, hey, dat is Gary Oldman, tof. En dan is die gedachte meteen weg. Voor de komende 3 uur is het zo van, oh ja, nu is het dit persoon. Ja. Nou, oké. Oppenheimert. Yes. Wie had hem nog meer op 1? Ik had hem ook op 1. Ik had hem op 2. Ja. Oké. Okay. Jij had, oh, je had Spider-Man op 1. Ja. Ja. Dus nou, jij bent er ook nog 1 heb ik The Killer. I don't give a fuck. Richard. Oh. Dan heb je weinig gezien dit jaar, Pim. Oh ja, dat sowieso. 100%. Ik heb nog nooit van deze film. Nee, maar doe eerst de loftompet dan. Het is een beetje een ding. Ik zag er ooit op IMDb een pagina voor verschijnen. Mm-hmm. En toen dacht ik, oké. Dit is Michael Fassbender. Die een soort van verhaal over een huurmoordenaar. Maar dan zonder alles kapot schieten. Ultra actiescène shit. En ik dacht, oké, dat kan cool worden. Want ik ben best wel fan van het boek Very Private Gentleman. Waar George Clooney dan dat fucking debakel van een film van heeft gemaakt. En dat is heel erg soort van karakter, persoon. Alles vanuit zijn perspectief. En hopelijk klopt het een beetje wat hij vertelt en blablabla. Bla, bla.
Ik dacht, oké, nou dan wordt dat zo'n ding. En dan kan het dan twee kanten op. Of het wordt een soort van power fantasy dat hij alles kan. Of het gaat grandioos mis. Dus dan ben ik benieuwd hoe hij improviseert. Of het wordt een beetje een soort van... Het ding is van deze film is dat het gewoon je twee kanten op kan kijken. Dus het kan ook gewoon een komische film zijn. Of gewoon een super serieuze film. En dat vind ik, dat vond ik het leukste eraan. En het was? En het is gewoon fucking nice geschoten. Hm? En het was? En het was? Welke kant ging het? Je kan allebei kijken. Ah. Oké, okay, ja, ik zie dat het een Netflix film is. Dus ik ga misschien nog eens kijken. Maar ja. ik had hier echt nog nooit van gehoord. Best sinds november volgens mij staat hij er onze boy. Okay. Oh, heet die regisseur ook weer. Nu ben ik zijn naam. David Fincher. Ja. Oh, van Fincher. Ja, oké. Okay. Ja. Ik ben wel een fan op zich van Fassbender. Ik vind dat het wel dat hij het goed dat doet. Dat is ook zo'n acteur. Die gewoon nog steeds... Mm. De... Maar hij doet niet heel veel meer of zo. Net als Jude Law. Die heeft ook niet heel vaak dat je gewoon... Zeg van, oh, er is een nieuwe Jude Law film. Hallo, of zo. Marvel. Ja, dat telt niet. We hebben het over films, eigenlijk. Nee, maar bijvoorbeeld, hij heeft dan die series The Young Pope en The New Pope gedaan. Echt fantastisch, maar sindsdien zou ik echt niet weten wat hij nog gedaan heeft. Maar je vindt het niet eens cool dat die gast van The Lost World erin zit? De gast van The Lost World? Ja. Welke? De gast die opgegeten wordt door de baby T-Rex op de boot. Want Jurassic Park, The Lost World. Dat heb ik niet eens geregistreerd. Ik vond het gewoon een saai film. Oh. Dus ik weet je, kijk, weet je wat het was met die film? Wat ik had, want hij begint vrij traag. En ik snap dat Fincher heeft gedacht. Ik ga overbrengen hoe het is om als humor daar te zijn. Dat je 24 uur voor een raam wacht. Dat je gewoon tot wacht je ultieme voor, moment. Je wacht voor één seconde. Precies. Nou, moet ik wel, dat vind ik prima. Maar dat duurde wel te lang, vond ik. Oh, daardoor dacht ik, ja, maar nu moet je wel wat gaan doen. Want anders raak je me kwijt als kijker. Ik snap het principe, ik heb het gevoel. Ik vind het supergoed gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik, nu komt dat punt een beetje. Van nu moet je keuze gaan maken. En dan komt de keuze dat hij dan het schot gelost wordt. Ja. En dan denk ik, ja, maar mis je nou op deze manier? Dat vond ik, ik vond dit te makkelijk, sorry. Daarom zei ik van, het zijn twee punten. Want je kan er naar kijken van... Dit is zijn allereerste fuck-up, want hij is super professioneel. Ja. Of het is juist... Ja, maar hij dat vertelt maakt het nog allemaal, erger, hij vertelt ik. Allemaal shit tegen de kijker. Ja. En dan maakt hij het niet waar. En die kan er aan beide kanten naar kijken. Ja, dat vond ik zo tof, want ik zat echt zo te denken van... Ja, dit kan wel van dat je eindelijk... Ja, je ziet nu de eerste keer dat het niet goed gaat. Het was beter geweest, en dat gaat het niet spoilen... Maar het was beter geweest als het iets onverwachts was, wat hem had afgeleid, waardoor het niet gelukt was. Ja, bijvoorbeeld dat vind ik wel. Ik draai mijn hand, net schittering horloge in mijn oog en dit gebeurt. Ja, en het is zo, ik vind het voor iemand die zo professioneel te klungelig, dat je op deze manier... Daar ben ik het mee eens. Dank je. Ik zat ook zo van, wacht gewoon 5 minuten, die gast moet ook een keer wakker worden. Precies. Dat vond ik wel lang. Ik zat echt zo van, ja, ik weet gewoon, het gaat mis, maar dat kan ook dan bijvoorbeeld zijn, omdat dat natuurlijk een bouwplaats is. Dat hij wil schieten en dan gaat er net iemand gaat met een drillboor aan de haal. Of er gebeurt een auto-ongeluk. Iets onverwachts. En die vrouw kijkt en dan, weet je wel, dat soort shit. Ik had gedacht van, als je zo'n ding wil doen, dan had het een langer schot moeten zijn. Dat als hij eenmaal schiet, dan denkt hij, kut, dan is hij al fucked, weet je wel. Ja. Dat, maar ik vond de rest ook gewoon echt, ik weet niet, ik vond het echt gewoon vet gedaan, omdat het niet... Maar vind je dan niet dat je zegt, van dat ik ben echt met je eens over dat ik vind het begin wel vet gedaan. Dat je echt het gevoel hebt, zo voelt een huurmoordenaar zich. Wachten en tot het... Maar dan daarna, wat daarna dan gebeurde, denk ik, waarom verzandt het u dan toch in een soort van low-budget wraakfilm op een hele rare manier? Ja, wat ik juist cool vind daaraan is dat het niet aan het einde is, die vent van The Lost World. Dat hij dan komt bij degene die soort van de bron is van al dat problemen. En dat die vent zegt van, wie de fuck ben jij dan? Ja, nee, dat oh, dat is... ding. Nou ja, dat vond ik ook supergoed. Want het is niet van... Oh, we kennen nu allemaal jouw naam. James Bond, Jack Bauer, Jason Bourne, John Wick. Nee, het is gewoon... Wie de fuck ben jij? Oh, dat was dat ding. Kut. Ja. Schiet niet neer, alsjeblieft. Ik zou het niet meer doen. Dat. Nee, dat het allemaal een beetje soort van... Ja. Het heeft allemaal geen betekenis. Zo van, daarom is het juist al dat gemoord en dat geklooi van hem, dat komt eigenlijk uit op niks. En dat is denk ik het hele punt van de film. Het is gewoon een baan voor hem. En dan kan het wel spectaculair zijn en mooi en zo, maar dat is het eigenlijk niet. En het is juist de meest... Zelfs als je er heel goed in bent, kan je tegen niemand vertellen van, hey, ik ben vet goed. Ik heb nou toch een hit gehad. Ja. Maar ook gewoon de fouten die hij maakt vind ik ook heel cool. Dat hij dan gewoon die gast dan met dat spijkerpistool. Zegt, ja, oké, je hebt nu 5 minuten
fuck, hij is al fucking dood. Kut. Dat. En dan soms zat ik echt van, is dit nou komisch bedoeld? Of is het gewoon dat het de hele tijd steeds erger wordt en dat hij gewoon zijn eigen problemen veroorzaakt? Op zich speel je daar natuurlijk mee, want je verwachting is van, oké, je hebt 5 minuten te lullen. En dat is echt een heel filmtechnisch natuurlijk leuk ding. En als je denkt, nu gebeurt het niet, want dat zou ook niet gebeuren. Ja. Ja. Dus ik denk dat hij het op die manier... Ja, en daarom vond ik het juist, ik had een soort van, oké, het wordt een degelijke film. Ik heb er wel zin in, ik kijk het gewoon even. En toen zat ik er aan het einde van, dat is best wel fucking cool. Ja. Nee, ik was hem aan het kijken. En toen dacht ik, ik ben moe, ik ga slapen. Ik kijk morgen al verder. En heb ik toch nog even 20 minuten terug moeten spoelen. En ik denk, ik heb toch 20 minuten lekker geslapen. Dus, ik zat een beetje in die fase. Okay. Ja, ik vond het echt gewoon heel erg... Ik weet niet waarom, ik denk de simpelheid maakt het mooi. Net zoals bij Sisu had ik dat ook. Het is redelijk simpel. Klein gehouden. Het is niet, en hij gaat wel internationaal nog wat eens. Maar dat is allemaal kut. Dat is allemaal kut. Dat is allemaal paspoorten en shitty... Ja, gewoon de hele tijd wachten. Het is alleen maar wachten en dan hopen dat je het goed hebt. En dan denken misschien. En dan kan je alsnog een fout maken wat je het leven kost met al die voorbereidingen. En dat gebeurde de hele tijd eigenlijk. Alleen op het laatste moment met Tilda Swinton die erin zit. Dan heb je eindelijk zo van, oké, hij was het nu eindelijk voor. Ja, dat klopt. Ja, dus hij incasseert eigenlijk de hele tijd van. Maar dus dat vind ik wel tof. Maar goed, gaan we zien. Ik ben heel benieuwd. Het is wel grappig dat veel van de films die wij dus heel goed vinden, of die heel goed zijn. Maar onze mening is gewoon king. Maar dat allemaal films zijn die het inderdaad best wel klein houden. Want bijvoorbeeld ook Oppenheimer, het gaat natuurlijk over iets heel groots, namelijk de atoombom. Maar het perspectief het wordt allemaal door het perspectief inderdaad van één persoon, van Oppenheimer. En inderdaad ook, en mijn nummer 2 is ook een film die gewoon heel... soort van, er zijn niet echt stakes. Het gaat gewoon om een relatie tussen 2 mensen. Ja. Dat, en dus zeg maar al die fucking bombastische bullshit. Volgens mij is dat een beetje klaar. Fallout, Mission Impossible, Dead Reckoning. Mm-hmm. Heb je helemaal niet nodig, weet je wel. Nee. Of het moet dat super goed doen. Volgens mij is ook het probleem van dit jaar, om het dan af te sluiten. Het soort van globale ding is dat de zomer was veel en veel te vol. Iedere week kwam er een blockbuster uit wat weer een miljard moest opleveren. Dat ging gewoon niet. Dat kon toch iedereen aanvoelen dat niet ging. We hebben ook nog een Transformers film gehad, hè? Ik vind de winter... Oh, fuck. Ja, die wilde ik Rise of the Beast hebben we ook nog gehad. Oh, holy shit. Niet gezien. Hij staat op Sky Showtime, dus ik heb hem nog even gekeken. Wel leuk. Ik wil hem wel nog kijken, omdat dat enige soort van nostalgie ding is misschien. Ik had dat Beast Wars, was dat dan vroeger Transformers met een gorilla en een Velociraptor. En dat was helemaal de shit, want ik zat toen helemaal into de dino's en dat soort crap. Dat vond ik helemaal gaaf. Ik had ook zelfs wat van het speelgoed ervan. Maar ja, gewoon weer gemist. Ik dacht, zat er dus ook nog ergens. Ja, dat was ook gewoon... Ik weet niet wat het met dit jaar is, maar ik heb echt gewoon amper shit gekeken. Nog minder dan normaal. Dan krijg ze dacht van ja. Reacher Season 2 is leuk. Daar ben ik nu aan mee begonnen. Maar... Oh ja. Zit ook Fast X. Oh, die moet ik even kijken. Die duurt. Ja, hij zit helemaal. Wat trouwens grappig is, de afgelopen 13 jaar van David Fincher. Ja. Zeg maar even de muziekvideo's geskipt. Is The Social Network 2010. 2010. The Girl in the Dragon Tattoo. 11. Ja. Dan House of Cards. Eerste 2 afleveringen. Dat was ook van hem. Ja. Gone Girl, 2014. Mm-hmm. Mindhunter heeft hij 7 afleveringen van geregisseerd. Ja. Die was wel een toffe serie. Mank, 2020. Gary Oldman, toch? Eén aflevering Love, Dead and Robots. En dan nu The Killer. Ja, maar hij veel, vroeger heeft hij gewoon heel veel dingen gedaan. Ja, maar hij was toch een beetje klaar toch met filmstudio's? Dat heb ik tenminste... Staat mij bij dat hij daar... Ja, ik kan me wel herinneren dat hij heel veel shit tussendoor, videoclips en zo. Mm-hmm. Heel veel producer rollen, volgens mij. Die heb ik nu inderdaad niet uit. Lekker geld harken. Ja. Ja. Maar goed. God, ja. Dus dat is wel grappig, toch? Ja. Hebben we nog honorable mentions? Oh ja, honorable mentions. Films die we ook goed vonden. Nou, ik heb het maar... Ik dacht van dat doe ik maar niet, want dan word ik zo lang een lijst. Ik vond wel Barbie nog leuk dit jaar, maar ik vond dat niet top 3 waardig. Oké. Maar ik heb dan met John Wick 4 leuk, maar te lang. Dus niet in een top. Richard, je mag er maar 2. Ah, Henk.
Nou, over begin van het jaar ook. Banshees of Issues erin. Die is ook nog begin dit jaar. Ja, kijk, zie, daarom zat ik al februari of zo ergens. Dus die mag telt ook gewoon mee. Ja, die was ook vet. Ja. Babylon ook. Die zat ook in het begin van het jaar. Die staat bij mij ook op 2. Dungeons and Dragons. Nee, die wil gekeken. Ik nog kijken, maar die lijkt me, die lijkt me nog best wel oké. Die is echt superleuk. Hij schijnt wel. Bram van Moedervloed met Vrienden zei dat hij heel leuk was. En Bram is altijd. Ik zeg hem ook dat hij leuk is. Ik vond hem ook leuk. En ook nog, Richard. Dus dat... Die trader heeft het gewoon... Het zijn er drie, Richard. Ja, nou, The Will had je nog. Daar hebben we het ook niet over gehad. Is ook een beetje... Cocainebeer was ook leuk. Oh nee, die was zo... Was echt leuk. Oh man, die en Barbie minuten, inderdaad. 5 minuten gekeken. Napoleon. Nou ja, goed. Nog niet gezien. Ik heb wel Barbie dus met mijn kinderen. Die hebben voor het eerst een soort van... Ja, die hebben voor het eerst een lange film gekeken. Barbie. Op het strand. In Bali. Op een eiland. Maar lezen jouw kinderen ondertiteling? Nee, dus het was gewoon een roze film. Okay. Dat vinden ze mooi. Okay. Het was gewoon een roze film. Een roze film, ja. Die stond er weer een race op. Ja. Er werd wat gedanst, er werd wat ingepraat. Vonden ze het leuk? Ja, die vonden het heel leuk. Nou, vooral het begin is dan leuk, denk ik, toch? Eerste ja, dat is waar. Maar ze wilden wel afkijken. Dus we hebben nog halverwege gezegd van, oh, weer nu dan? Nee. Ik dacht eigenlijk onbeperkt schermtijd. Dus, Ik weet dat ik naar de film in de bios ging als enige man. Ik kwam er ook alleen. Dus zo'n moeder is naar mij en zei ik... Oh, zit u al bij de goede film? Ik denk, zit jij met je goede film met hier met je kinderen van 5 en 6? Volgens mij is jij verkeerd hier. Heb maar goed. Jij wel gelezen waar die over? Ja, precies. Maar denk ik niet. Nee, die heeft gewoon niet verder gelezen dan Barbie. Ja, maar die kinderen zaten ook voor Oppenheimer. Ja, het staat voor de double feature. Precies. Net zoals de kinderen die toen naar Guardians of the Galaxy 3 gingen. Ja. Oh ja, helemaal leuk. Zelfs ik had bij die shit van Jesus Christ, man. Ja. Fucking ja. James Gunn. Ik weet niet wat, waarom die dat ja. kan. Als gewoon 2 middelvingers en erachter lopen. Bye, guys. Ja. Maar goed. Dus, nou, Richard heeft toch 5 titels genoemd. Leuk. Nou, dit waren onze tops. Wat waren jullie onze top? Oh, wacht, die weten we. Kak. Oh. Nou. We hebben op Instagram. Zo, we hebben op Instagram. Ja. Op de Insta's. Even kijken. Ik heb er even een paar. Nou, in ieder geval, daar komen ook uit. Vooral Oppenheimer natuurlijk. Er werd heel veel genoemd. Killers of Slow Moon kwam ook daar voorbij. Noemde dat onder andere. Wie? Ruud. De 20e eeuwse vos. Duimpje worstel. Mm-hmm. After Sun had ook nog genoemd door Jeroen Vrijnzen. Nou, ik heb wel gezien, denk ik. Ja. Nou, Oppenheimer heel veel. The Quiet Girl kwam nog langs. Van Jaap Schilperrood, die noemde die. Godzilla, Minus One kwam natuurlijk voorbij. Onder andere. En vooral heel veel, wat ik al zei, Oppenheimer. Oppenheimer. Nou, dus wat dat betreft geen zijn Barbie. We eens gezind met onze luisteraars en kijkers. Nou. Geen Barbie. Nee, Barbie zat er niet. Ik snap hoe snel dat dan weer gewoon weg is. Ja, maar ik snap het niet, want Barbie is wel echt voor heel veel awards en heel veel categorieën genomineerd. Ja. Gewoon zo'n, net zoals zo'n One Day Fly. Ja, maar ik snap dan echt, want als je dan kijkt wat mensen dan tof vinden, dan is het dus vooral Oppenheimer. Dus ja, maar als je dan één film moet noemen, de doelgroep dan doe dan is maar Oppenheimer. Wel, ja. Nee, oké. Dus ja. Zijn collectieve kan met elkaar eens? Ik weet niet of de general public zegt van Oppenheimer was de... Nou, dan heeft de general public gewoon eens gewoon fout. Ja, dat is gewoon zo. Ja, dat is waar. Nee, dat is waar. Ja. Maar als jij nog je... geen goed idee, hè? Als je er echt over nadenkt. En flopslijsten in de comments wil achterlaten, mag dat natuurlijk altijd. Vergeet niet, hè, de regels, Pim. Wat zijn de regels ook weer? Oh, elke film mag. Als je hem dit jaar gezien hebt, en het komt in 1986. Blijf met dus je kan rekken tot hij is uitgekomen in 2023. Hij is in de bioscoop verschenen in 2023. Dan telt hij. Allowed. Ja, maar dan moet het dus geen re-release zijn. Hè? Want, ik bedoel, Lord of the Rings is ook in de bioscoop geweest. Maar dat telt niet. Nee. Kijk, ik heb ook nog niet gezien. Voor het eerst in de bioscoop in geweest de Nederlandse in 2023. Dat mag je nog. Je première beleefd. En dan staat je top 2 lijst zo vol met 5 dingen. Ja. Oh, ik had nog als honorable mention. Oh, fuck. Oh. Nee, dan sluiten we daarmee af. Maar. The Last of Us. Want. Ja. Was vet. Ja, was zeker. Heel vet. Voor dan moet ik nog steeds kijken. Aflevering 3. Oh, ja, we dan toch even tips doen voor series. Scott Pilgrim Takes Off. Oh, op Netflix. Anime-serie. Super vet. Oh, whatever. Maar wel met de originele cast, hè? Invincible Season 2 gezien. Ja, zeker. Ja, de helft, hè? Ja. Met de andere helft gaat het januari verder. Nee, heb ik niet gezien. Nee, best wel oké. Minder dan 1, maar... Ja, maar de impact is ook weg, hè? Dus op zich... Ja, en ik vind dat al dat gemiep van de wijf vind ik een beetje vervelend. En Richard die de hele tijd zo... Ja, seizoen 2 is best wel leuk. Maar dat, ik vond seizoen 1 ook best wel... Ja, cool. Die was ook best. Ja. Oké, nou. Laat je lijstje achter in de comments. Vergeet niet te liken, subscriben, alles. En
Fijne kerst. Fijne kerst. Gelukkig nieuwjaar. Fijne einde. En tot volgend jaar. Joe.